Nou, en hebben we weer contact. Wij zitten hier. Je moet het er tegenwoordig ook bij zeggen. Hoe is jouw naam? Mijn naam is Tammy van Geest. En mijn naam is Paul Hane. En mijn naam is nog steeds Mark van Vliet. Mark van Vliet, want doet Arjan Lubach ook. En zo doen ze het in Amerika ook. Dat je gewoon meteen je naam noemt. En hoe heten jullie eigenlijk? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want jullie kijken niet alleen in Nederland, niet alleen in Limburg, niet alleen in Zeeland, Groningen, Noord-Holland, Brabant of noem maar op.
of Overijssel, of Utrecht. Of Gelderland, ja, dan moet je of Noordoostpolder, of ja, Flevoland. Maar ook in het buitenland, in Bangalore, dus Thailand, in Mexico, in Amerika. Overal kijken Nederlanders naar dit programma Troost TV. En het is de 186ste uitzending, geloof ik. Hè? Ja. 186, soms van 2 uur. En zonder redactie, we hebben helemaal geen redactie, we hebben helemaal geen geld, we hebben helemaal niks, maar wel idealisme. En Mark is weer beter. Ja, gelukkig wel. Ja, hoe is het ermee nu? Ja, goed. Ik had C. Ik had het echt. Je had corona. Ik had corona, ja. Oh, ja. En, hoe, dat weet ik niet. Maar ik ben toch heel voorzichtig geweest. Iedereen boxjes geven en overal je mondkap op toen het nog moest. En nu hoeft het niet meer. En toch op het laatste moment nog had. Nu dat je denkt van het is weg, hè, zo doet men. Maar het is er natuurlijk nog. Maar heb ik het toch nog gekregen. Ja, je hoort van alle kanten. Iedereen heeft het haast nog. Ja. En je weet niet waar, door wie, hè? Dat is, ja, wel. Oh, door. Wel. Nee. Het kan natuurlijk zijn. We hadden een voorstelling in de hallen. Maar ja, dat weet je niet. Maar je hebt bij de kassa gestaan. Ja. Heel veel mensen. Ik heb iedereen in het gezicht natuurlijk gezien. Niet gekust. Nee. Je ook. Natuurlijk welkom. Zo. Nee, wel afstand gehouden, maar... Dan, het is heel besmettelijk, hè? Ja, nou ja, het schijnt. Ja, ik had niet zo'n scherm. Maar ja, het kan ook door in de trein zijn gekomen of iemand die je ziet. Ja, je weet het niet. En dat is... En je was gevaccineerd. Ja, drie dubbel. Drie keer. Ja, ja. Maar ja, het is natuurlijk een vaccin voor de Delta. Of nee, niet de Delta, nog daarvoor. De algemene Delta, Alpha. Je had, hoe heet die, met die C ook alweer... De corona. Ja, COVID-19. Nee, Delta is een gevaarlijke variant. Maar ja. Je had Omicron. Ja, dat lijkt me wel. Maar ik had ook geen smaak. En ze zeggen, als je Omicron hebt, behoud je smaak. Ja, ik had het. Ik was hartstikke ziek. Dus ik hoop dat mensen het ook niet krijgen. Want het is helemaal niet leuk. Maar hoe merkte je het? Want voor de mensen die denken van, nou heb ik het nou of heb ik het niet? Nou, ik had eerst dat ik spierpijn in mijn nek had me verdraaid. Ik had een stuk gefietst, het was lekker weer. En toen dacht ik, nou, dat is gewoon spierpijn. En de volgende dag begon ik me ook ziek te voelen. En ik kreeg keelpijn en hoofdpijn en koorts. En dan begint het. Ik heb echt 3 dagen op bed gelegen. Oh. Dus. Dus en je hebt getest, hè? Ja, ik heb ook echt bij de GGD me laten eerst testen. Eerst zelf getest? Ja. Ja, eerst met een hele oude test, zo'n thuistest. Toen kreeg ik een grijs streepje bij positief en een rode bij dat de test gelukt was. Toen dacht ik, nou, ik heb het niet. Want ja, het zijn geen 2 rode streepjes. Nee. Maar ja, uiteindelijk had ik met een andere test gedaan. Toen kreeg ik 2 rode streepjes. En bij de GGD kwam ook uit dat ik het had. Ja. En het heeft er nog een lange nawerking ook dan, hè? Want dan ben je wel... Heb je het eigenlijk niet meer, maar dan heb je nog wel... Weinig smaak? Ja, de smaak komt dan langzaam terug. Ja, dat is vreemd. En een beetje licht in je hoofd en zo. Dus ik was echt ziek geweest. Dus ja. Daar was ik echt verbaasd over. En van geschrokken ook een beetje. Dat je zo ziekte van kan doen. Ja. Ja, dus dat is wel een... Je bent nog nooit zo ziek geweest. Nou, ik ben je wel zelfs. Maar het is echt als een zware griep of zo, ja. Maar het is heel leerzaam voor de mensen thuis. Dus dat je nog wel voorzichtig moet zijn. Maar ja, we komen net uit Frankrijk. En in de Thalys heb je nog wel mondkapjes verplicht. Ja. Maar nu in de tram, we zijn vandaag met de tram geweest. Daar is alles open. Dat is totaal open. Dan jullie thuis. Terwijl in Frankrijk nog vrij veel mondkapjes worden gedragen. Ja, ook in de supermarkt. Ik had moeten proosten. Nou, proost. Dammie. Proost. Proost. En jullie thuis ook proost. Dus hou alles in de gaten. Proost. Dat is wel belangrijk. Ik doe dus weer alcoholvrij. Ik zal het meteen even laten zien. Aan Vlieghem 0.0. Lekker alcoholvrij bier. En jullie gewoon leffen vol. Vol. Leffen vol. Het valt mij op in Frankrijk dat ze heel weinig... 0.0 doen, zero, heel weinig. En dat zit ook cafés waar we vaak komen in Frankrijk. We hebben cafés waar we vaak komen. En dan hebben ze toch geen 0.0. En dan kijken ze ook een beetje op neer. Dan ben je toch een beetje een loser als je
alcoholvrij wil. Sans alcohol. Heb je voor bier sans alcohol? Nee, ze neem je niet serieus meer. Nee, neem je niet serieus. Toen had ik tomatensap gevraagd. Tomatensap. Jus de tomaten. Homo. Zo, ja, dat zit ze te denken. Maar in Nederland is dat toch wel anders, hè? Die mentaliteit ja, is wel in Nederland is het helemaal aanvaard. Ja, ja, dat is wel goed. Ja. Je hebt ook alcoholvrij tapbier. Dat is ook wel leuk. En dat gaan wij in Asfalt ook, bij het Asfaltcomplex, wat dan in september open gaat. Ons eigen Betty Asfaltcomplex, daar gaan we ook alcoholvrij bier op de tap nemen. Oh, ja. Trouwens, veel mensen die zich nu ook hebben voorgesteld op de chat. Oh ja. Agnes Roosewander, dag allemaal, mijn naam is Agnes. Oh ja. De Intergalactic Bakery. Hoi Dami, Paul Mark, ik heet Björn. Nou, wat leuk. En er zijn nog een aantal. Ik wil ze allemaal wel horen. Dat kan niet, want er worden steeds meer. Nee, maar we zijn toch een soort familie. Moet ik even alles teruglezen. Daarom misten ze ons en wij misten jullie ook wel ook, hoor. Want Dami en ik zijn nog een weekje naar Frankrijk geweest. En ook naar de hoogste brug in Frankrijk gaan. De brug bij Mio, het viaduct. Daar hebben we een filmpje van. Ja, gaan we ook. Is de hoogste brug ter wereld. Voor mij... Ja, in constructie. Maar helemaal met de pijlers. Ja, dat moet je wel meerekenen. Het is niet de hoogste liggende brug. Nee. Bovendien, je hebt een kleine brugje die heel hoog liggen. Maar hij is wel qua omvang de hoogste en langste brug ter wereld. Het is heel spectaculair. Want je hebt ook nog een apart uitzicht. Terrein eigenlijk, waarin je op de brug kan kijken. Dat is echt wel typisch Frans, dat ze niet alleen het heel functioneel is, die hoge brug, maar dat ze ook meteen beseffen dat het een groot kunstwerk is. Ja. Zoals eigenlijk toen de Thalys aangelegd werd, de TGV Méditerranée van Parijs naar Marseille. Wat nu in mei 20 jaar geleden is. En 20 jaar geleden hebben Cas Dominic Remlaat ook dat reportage van gemaakt voor Nova. Dat kunnen we helaas niet laten zien, want dat is Nova. Maar ik ga het wel proberen. Dat is niet rechtenvrij. Dus misschien rechtenvrij. Over 2 weken. 10 minuten. Werd ook bij de bouw, bij de constructies, hebben we het ook steeds gehad over de kunstwerken, de mooie bruggen. In Nederland denk ik, nou, nog een brug, nog weer beton, nog meer beton. En daar zien ze echt die hele TGV-lijn, dus de Ligne Grande Vitesse. Ligne Grande Vitesse, dus LGV. LGV, dat zien ze echt als kunst. Ja. En dan vraag ik me meteen af, hoe zit het nu eigenlijk met de hoge snelheidslijn naar het noorden? Dus de Zuiderzeelijn, hoe zit het daarmee? We hoorden helemaal niks meer over. En Groningen, dat zou toch gesteund worden, maar waarom horen we er niks meer over? Het heet nu dan de Lelylijn van Lelystad naar Groningen, maar we horen er helemaal niks meer over. Kunnen ze in Groningen daar wat aan doen? Hebben we een kijker in Groningen die misschien actie kan ondernemen. Want voor hetzelfde geld gaan ze daarop bezuinigen vanwege Oekraïne. Dat er geen geld meer is en die lijn moet er komen. Ik zeg iemand dat het geluid van Paul zacht is, het geluid van mij hard. Ja, ik heb het al aangepast. Oh, je hebt erbij gesteld. Ik heb al bedankt in de chat. Oh, wat leuk. En Mark heeft nog een handicap. Ja, zwaar. Ja, maar dat mag jij niet aangeven. Nee, dat mag ik aangeven, dan mag jij het zeggen. Ja. Nee, anders ga ik het niet zelf zeggen. Vind ik het nou toch iets ergs? Nee. Dankjewel dat je me aangeeft. Wat van tevoren over gehad dan? Ja, nee. Oh, ik heb het tevoren over gehad. Nou, het is goed voor de kijkers ook om op te letten. Ik had een moedervlek en er zat een rode kring omheen. En dat is vaak, kan gevaarlijk zijn. Dus ik was naar de dokter ermee gegaan. En die zei, ga maar naar de dermatoloog. Dus dat had ik ook gedaan. En de dermatoloog zei inderdaad, het kan een melanoom zijn. Of dat is een melanoom. En dan kan die goedaardig of kwaadaardig zijn. Dus dat betekent dus dat er kanker in kan zitten. Dus dat is niet goed. Gisteren in het ziekenhuis heb ik een soort mini-operatietje gehad. In een operatiekamer met 2 doktoren. Dan moest ik op mijn buik liggen, op een bed en heen omhoog. En hebben ze het verdoofd en hebben ze een stuk huid eruit gesneden. En ook nog wel diep rondom die moedervlek. Dat gaat nu naar het laboratorium en hebben ze het gehecht. Er zit echt 4 hechtingen in. Doet ook een beetje pijn. Of ja, het is logisch. Ze hebben een heel hap vlees eruit gehaald. Het trekt. Oh. Ja, het trekt. En nu mag ik 2 weken niet tillen, niet sporten, niet zwemmen. Maar dan weten ze nog niet of het dus kwaadaardig is of niet.
Nee, ja, over 2 weken hoor ik dat. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon wel goed is. Maar het preventief weggehaald. Dus ook, je moet dat goed opletten als je in de spiegel kijkt. Of na het douchen, of weet ik veel, wanneer je naakt bent. Dan, dat je op je hele lichaam alert bent op dat soort plekken. Want het kan dus echt... Ja, een ding op je rug, die zien is zo makkelijk natuurlijk. Nee, het kan... het kan foute boel zijn. En dan kan het uitzaaien. Maar goed, het is... De prognose was dat het niet kwaadaardig was waarschijnlijk. Nee, voor mij niet. Nee. Zeker niet. Maar voor de zekerheid gaan ze altijd wel even nakijken. Ja, het is preventief. Ja. Dus nu, ik heb mijn arm, daar ben ik heel een beetje stijf mee. Maar, je moet toch schakelen. Ja, nee, dat gaat wel hoor. En je... En we hebben overal beelden van, maar van de operatie niet natuurlijk. Want je hebt een cameraman, maar die kon niet mee in de operatie. Ik heb wel een foto, want het was inderdaad, het was heel leuk. Want het doet helemaal geen pijn, want ze verdoven het. En op een gegeven moment gaan ze denk ik met mes erin of zo. En dan zegt ze, voel je dit? Nee. Voel je dit? Nee, je voelt echt niks. Nee, ik was ook bang. Ja. Ik zag opeens, voel je iets? Maar ik zag voor me dat mes, voel je dit? Maar dat zag ik niet. Maar toen ging ze aan de slag, dat duurde al 20 minuten. We hadden heel leuk gepraat over de lente, want we waren natuurlijk even weg en het was ook lekker weer. En wat voor planten ik allemaal ook had gekocht en wat voor planten zij had gekocht. En we hadden allebei een esdoorn gekocht. Ik heb een esdoornboompje gekocht, heel mooi. Oh. En dat had ze ook. En je vergat haast dat je daar geopereerd werd. Het was heel gezellig. En na afloop mocht ik dat stukje vlees ook zien. Had ik nog gevraagd. En ze had van mijn rug een foto gemaakt met mijn telefoon. Ja, het is niet zo leuk om te laten zien, denk ik, voor de kijkers. Maar van dat het weggesneden was. Ja, met zo'n hechting erin. Want je had bij een piraat tekent zo. Zo'n streep met 4 van die lijntjes. Oh ja. Maar kan je wel laten zien. Op mijn knie ook. Mensen dat is wel romantisch. Mensen zijn... Teken. Ja, dat weet ik ook nog. Mensen zijn wel... Ik heb nu nog zo'n verwant... Mensen zijn wel ergere dingen gewend nu. Dan kan ik het helemaal inzoomen. Dan zie je alleen de... Zal ik dat doen? Wel sensatie. Ja, why not? Kijk, dan is het... Dit zo ziet het eruit. Moet ik het dan met de VR-camera. Mensen die dan gevoelig zijn, die kijken maar niet. Oh ja. Kijk, zo ziet het er nu uit op mijn rug. Zo helemaal... Het is als een kipfilet. Dichtgebonden. Ja. En je huid is ook bij elkaar getrokken. Ja. En dat voel je ook natuurlijk, dat die huid nu strak staat. En dan dat zo ziet mijn rug er dus uit... 2 weken gaat dat eruit dan? Of 2 weken. En wat ze eruit gesneden hebben, daar heb je ook een foto van. Dat heb ik op brood gesmeerd. Oh nee, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Gebakken. Nee, ik had er wel eens voor meegen. Nee, dat gaat natuurlijk in het laboratorium. Ja, dat kan je niet. Nee, daar heb ik geen foto van. Maar ik had wel, want ze hadden het natuurlijk getekend om die moedervlek heen, welke moedervlek eruit gehaald moest worden. En dus je zag echt in dat potje, zag je een stukje huid. Met dat witte huid. En dan zag je dat kringetje zo. Oh ja. En dan die moedervlek erin. Hoe groot was het ongeveer? Dat stukje huid? Ja? Nou, dat was toch wel zo'n lapje of 2 centimeter of zo. Ja, 2x2, zoiets. Ja, het is echt een soort postzegeltje. Nou, nou wat jullie allemaal hebben meegemaakt eigenlijk, de... operaties en de gezwellen en de stukken huid. Iemand zegt, een esdoorn kan heel groot worden. Ja, dat hoop ik ook. Ik dacht nu, met de operatie van een esdoorn. Een grote esdoorn aan mijn rug. Ja. Dat is wel... zijn we dat er gaat bij. Dat was de afdeling Kommen en Kwel. En wie, zijn er nog meer namen ook gevallen? Van mensen die zich noemen? Even kijken, het is alweer een afgelegen Willem Groenewegen uit Assen. Even kijken, dan kun je hem terugscrollen. Want we hebben een heel Menno van Vliet uit Marken, Johnny Peek uit Arnhem, Simon Kloos, Zwolle volgens mij. Ja. Dan heb je wel even Delft, Yvonne Ruijs. En we hebben, wat gaan we eigenlijk ook verder doen, meneer Vergeest? Willem Bouwman is het Zwolle. We gaan een hoop doen. We gaan met Dennis van der Veur bellen. Die zit in Litouwen. Die zit namens de Europese Unie zit in Litouwen. In een soort, die houdt zich bezig met, ik zal even zeggen hoe je zegt. Dennis van der Veur is hoofdafdeling communicatie bij de Europese Unie. Het instituut dat gender equality promoot. Oh ja. Afdeling die voor gendergelijkheid in de Baltische Staten. En daarom zit hij in Vilnius, in Litouwen. Oh ja. En de Baltische Staten hebben op dit moment ook natuurlijk erg in de picture, omdat er heel veel legereenheden naartoe gaan. Omdat ze echt in de frontlinie zitten. Ja. Met Wit-Rusland en Oekraïne. En er zit aan de, notabene aan de westkant, zit er nog een stukje Kaliningrad.
En de Russen hebben een soort corridor van Kaliningrad via de grens Polen-Litouwen naar Wit-Rusland. Dus als daar opeens eist dat ze daar met militaire konvooi, dan is dat een hele kwetsbare, als ze dat afsluiten, die corridor, dan kunnen helemaal geen westerse hulp over het land nog bij Litouwen, Estland en Letland komen. Oh, dus dat is een heel cruciaal... Als het goed uit mijn hoofd, Kowalski-corridor. Maar dat, Ik zie wel een klein stukje op de kaart hier, dat tussen Polen en Litouwen wel, dat ze een gezamenlijk stukje grens hebben. Ja, maar daar gaat die corridor dus over. Ja, oh, precies. Ja. De andere kant. Ja, laat me even zien. Dat heb je over dat smalle stukje. Want daar gaat die corridor van Kaliningrad naar... Naar Wit-Rusland. Kijk, daar. Dit stukje grens. Daar. Kijk, dat is Polen. Dit is Wit-Rusland. Dat is Litouwen. En dit stukje is Rusland. Ja, dat rode stukje. Dat wordt rood aangekomen. Ja, oranje. Oh, ja. En dit zijn dan de Baltische Staten, alle drie. Ja. En dat is Oekraïne. En hier is Nederland. Oh ja, nog steeds. Nou, dan... En hij kan dus ook vertellen hoe homovriendelijk de Baltische Staten zijn. Ja. En hoe homovriendelijk ze in Oekraïne zijn. Want dat moet altijd even positief daar. Te weten. Dat moeten we maar eerlijk zeggen. Maar zullen we dan meteen maar naar hem Dennis toe gaan? Naar Dennis van de Geur. Gaan de kranten doen. Er zijn ook een hoop lentefoto's binnengekomen. En een hoop filmpjes. Filmpjes, ja. En we gaan ook nog met Nick Teunissen in Bosnië bellen. Ja. Ja. En we gaan met Ingeborg Beugel bellen in Griekenland. Ja. Ivo. En we hebben heel veel filmpjes. Ja. Ja, dag Dennis. Goedemiddag. Dammy doet zijn oortjes in ook, dat hij kan het gesprek ook volgen. Dan, we hebben je al ingeleid. En heb jij ook al de uitzending kunnen volgen? Nee, helaas niet. Maar ik ga hem later wel terugkijken. Oh ja, dus prima. Want hoe is... Dammy gaat een vraag stellen ook. En welke spannend. Vraag ga je stellen? Voel je in Litouwen, in Vilnius, nu al enige dreiging? Ja en nee. Ik zelf merk dat ik... Ik ben hier natuurlijk als Nederlander, dus ik weet niet hoe het is om als Litouwer hier te wonen. Maar ik merk wel dat mijn Litouwse collega's en buren heel bang zijn. Ik zal je twee voorbeelden geven. Een buurman hing 2 weken geleden een briefje op, weliswaar in het Litouws, maar dat werd vertaald voor me, waarop stond: waar is de dichtstbijzijnde bunker? Wie heeft de sleutels? En dat overvalt je natuurlijk wel als mensen zo bang zijn dat ze dus op zoek zijn naar bunkers. En ik moest er eerlijk gezegd een beetje om lachen, maar het geeft het gevoel van angst aan. En ik had collega's hier die echt tranen in hun ogen hadden op de dag dat het conflict begon. En vertelden over dat sommige ouders op het punt staan om in de auto te stappen en met een volgepakte auto het land te verlaten. Dat is nu iets minder geworden, denk ik, de laatste 2 weken. Maar ja, die angst zit er heel erg in. En men is hier enorm. Men steunt Oekraïne. Overal vlaggen van Oekraïne. En zelfs op overheidsgebouwen. En dus niet alleen maar burgers. Maar echt, het is breed gedragen. En mensen zijn bang, woedend. En vooral ook, denk ik, dit roepen we al jarenlang. En nu is het zover. Dat is een beetje de samenvatting. Ja. En zijn er veel vluchtelingen bij jullie? Nou, het aantal weet ik niet. Ik denk dat de getallen wel meevallen. Want de meesten willen toch naar West-Europa. En ik denk dat men hier zich ook niet zo veilig voelt. Nee. Je kent de ligging van het land een beetje. Je hebt dus ook waarschijnlijk gezien dat er een stuk... Dat Kaliningrad... Ja, dat hebben we net getoond even op de kaart hoe dat zit. Ja, met die corridor ook. Ja, en dat is best wel... Ik ben 1 keer bijna aan de grens geweest in oktober vorig jaar. Het is een stuk Rusland, als grens van Litouwen. Dus, en vorige week was er dus ook wat meer militaire oefeningen op dat stuk. Ja, en dat is natuurlijk niet zo ver weg hier vandaan. Hè? Mm. Dat is... Het hangt in de lucht en er hoeft maar een gekke raket verkeerd neer te komen, net zoals het in West-Polen of in West-Polen gebeurt, of tenminste bijna
bij West-Polen en dan bij Lviv. En ja, opeens kan het een lontje zijn dat dan iets uitroept. Ja, en ja. Poetin stopt nog niet, hè? Hij gaat nog door, gewoon. Ja, het is heel onvoorspelbaar. Het is, ik denk uiteindelijk dat het... Ik heb het gevoel dat het met een sisser gaat aflopen, maar... Maar je hebt hier dus opeens heb je dus Rutte was hier vorige week maandag bijvoorbeeld op zo even onderweg van Nederland naar onderweg naar Polen denk ik. Je hebt hier de ene naar de andere houten methode komt hier zijn support uitspreken aan de Litouwers, demonstraties op straat, allerlei initiatieven van mensen. Ik denk dat mensen ook hun eigen onafhankelijkheidsstrijd van 1990, 1991 weer voorbij zien, voorbij zien komen. Ja. Litouwen was het eerste land wat zich onafhankelijk verklaarde. In de, van de drie. Toen de val van de muur en zo. Toen de val van de Sovjet-Unie, zeg maar. Ja. Ja, dus het is best wel... Het is raar. Het is ook naar die coronatoestand. Dan denk je van, nu gaan we eens even gewoon genieten van de lente. En, maar dat is allemaal wel iets anders nu. Ja. En... Het is heel raar. Het kan gewoon heel raar. Ja, wat je hebt waarschijnlijk laten zien Kaliningrad en dan dat corridortje naar Wit-Rusland. Ja. Kijk, het zal wel niet gebeuren, maar je ziet hoe dan is gewoon dat hele land afgesloten van West-Europa. Hè? Maar die corridor is echt een fysiek een weg, zoals vroeger de weg van West-Duitsland naar Berlijn. Toen de muur het nog stond, voor 89. Ik ben het één keer met de auto heb ik het gereden. Toen reed je van bij Hannover en iets verder ging de grens over. En dan reed je over een snelweg waar links en rechts een soort niemandsland was. En dan daarachter was Oost-Duitsland. Het zag er heel spannend uit, omdat je natuurlijk wist links en rechts de vijand. Maar het was echt een enclave, een lange rechte van 200 kilometer tussen de West-Duitse grens met Oost-Duitsland en West-Berlijn. En is dat dit ook zoiets, daarmee te vergelijken? Ja, ik denk dat je het zo wel kan vergelijken. Het is een heel klein stuk. Ik weet niet hoe lang het precies is, maar het schijnt heel makkelijk af te sluiten te zijn. En dan zit je in Wit-Rusland. En een paar weken geleden was er nog even sprake van dat Wit-Rusland zich misschien ook actiever in dat conflict gaat mengen. Ja, dan heb je dan een grensje dus aan een buurland dat in oorlog is. Ja. Maar omgekeerd kunnen de westerse landen het ook afsluiten natuurlijk. Die kunnen ook zeggen, nu sluiten we Kaliningrad af. We sluiten die corridor. Klopt, ja. Maar ja, dat zal dan, daar heb je gelijk. Dat zal dan wel natuurlijk als een provocatie worden opgevat. Ja. Nee, maar als zij iets raars gaan doen, als zij actie ondernemen vanuit Kaliningrad, dan ben je gerechtigd, lijkt me, om dat te doen. Ja, en wat heel interessant was, je ziet overal vlaggen hangen van Poetin, see you in the Hague, justice will come. En ze hebben de straat van de Russische ambassade hier hebben ze omgedoopt tot de straat van de Oekraïnse helden. Dus als je nu naar de Russische ambassade schrijft, moet je schrijven Russische ambassade per adres, straat van de Oekraïnse helden nummer 2. Dus er wordt enorm op die manier... Een andere post komt niet meer aan. Ja, het oude adres gebruikt. En is Biden ook in Litouwen geweest? Nee. Wel zijn staatssecretaris, volgens mij de defensiestaatssecretaris. En dus Rutte en Ollongren was hier ook volgens mij een paar weken geleden. Dus het is helemaal in om hier naartoe te komen. En daar heb je ook mee gesproken met Ollongren? Nee. Nee, dat gaat zo snel. Die komen letterlijk een uur en dan zijn ze weer weg. Oh. Komen dus wel weer meer militairen hier naartoe. Hè? Die NAVO-missie hier. Ook Nederlandse militairen zijn hier ook. Nederlandse, Duitse, Engelse, Nooren geloof ik. Dus om die, hoe noemen ze dat geloof ik, die oostflank van de NAVO versterken. Dus het is heel aanwezig allemaal. En jij, vooral die vlaggen. Ja. En jij blijft daar. Wat kan jij doen nu? Ja, nou weet je, wat je kunt doen is vrijwilligersinitiatieven ondersteunen. Ik ken ook geen vrienden, maar bekenden die uit Oekraïne hier naartoe zijn gevlucht. Dus Litouwers vangt ook mensen op. En ik zag van de week op Facebook iemand die ik kende. Dus die ga ik ook binnenkort hier ontmoeten. En verder kun je heel veel, denk ik, luisteren naar de angsten van mensen, collega's en
proberen om daar... En verder ook proberen, eerlijk gezegd, niet al het nieuws te volgen. Want dan word je al een beetje tureluurs van op een gegeven moment. Ja, maar je houdt je nu niet meer bezig met de emancipatie van de homo equality. Ja, alles komt een beetje in een... We hebben dus van de week ook allerlei crisisplannen en je moet op het ergste zijn voorbereid. Hè? Dus er zijn hele websites met wat je moet doen, dat je, nou ja, wat je allemaal zegt. Maar je moet een tas klaar hebben staan om weg te kunnen als het moet. Dus al het werk is een beetje in de schaduw van dit conflict. Ja. Maar aan de andere kant, er is natuurlijk, we staan natuurlijk constant in contact ook met de Nederlandse ambassade hier en anderen. Er is natuurlijk op dit moment, het is vooral speculatie en er is niet een direct dreiging. Het is er gewoon niet. Nee. Feitelijk. Nou, en wat jij denkt en wat we ook allemaal hopen, dat het, ja, met de scissor kan het eigenlijk niet meer aflopen. Want het is al te erg voor woorden wat er allemaal gebeurd is. Ja. Maar dat nu, dat Poetin niet aan het liegen is, maar dat hij werkelijk ook wil stoppen. Hij is ook aan het liegen, maar hij liegt ook. Komt nou, en dat hij ook zijn verlies op een of andere manier erkent, nou, eigenlijk. Ik denk de grootste uitdaging is, hoe komt Poetin hier zelf mee weg? Ja. Dat is de grootste, want hij moet er ergens mee wegkomen voor zichzelf, voor zijn publiek, zeg maar. En dat is, ja, dat is een absurde gedachte. Maar als we dat niet bedenken, dan houdt het niet op. Dus hij moet hiermee. Ik denk dat hij uiteindelijk de Donbass mag houden en waarschijnlijk ook de Krim. En een corridor tussen de Krim en de Donbass. Dus Mariupol. En dat, daar is niks meer van over, overigens. Maar dat hij dat. En dan zien zijn wij denken dan, nou, God, gelukkig gaat hij niet verder. En hij heeft zijn gezicht gered naar Rusland. Ja. Nou, ik heb nu de Krim definitief in handen, Donbass erkend als een zelfstandig land of als een provincie van Rusland. Ja. En ik heb vrije toegang via land naar de Krim. En dat moet Zelensky dan toestaan. En dan moet, de andere kant, misschien is het ook het beste. En dan kan je uiteindelijk altijd nog proberen om terug te krijgen. Maar voorlopig, dan houdt het in ieder geval die ellende op. Ja, ik hoop het heel erg. Maar ja, we gaan verder. Ja. Nou, Dennis. Je had toch een filmpje gestuurd? Dat laten we na afloop van het gesprek zien. Dat is interessant. Ja, dat ziet er ook wel. Ik vind die soldaten die je ziet, die zien ook wel een beetje Russisch uit, vind ik. Ja, nou, op zijn minst hele strakke uniformen en heel, geen plezierige, vlotte, nee. Het is allemaal een beetje, dit was volgens mij een koor van militaire koor of zoiets. Ja. Maar het geeft aardig aan hoe de bevolking ook dit soort... het ondersteunt het. Ja. Het is leuk om dat even te laten zien. Ja. En het zijn geen dissidentengeluiden. Iedereen is voor 100%, althans de dissidenten hoor je niet, maar het is geen vijfde kolonne zoals in Oekraïne, dat het wel een beetje had. Nee, iedereen is supportive. Ik denk dat soms Russisch sprekende mensen hier een beetje zich ongemakkelijk voelen. Ja. Mijn man is Bulgaars en die spreekt een beetje Russisch. En hij heet Ivan. Ja, en dan... Hij merkte één of twee keer dat het is duidelijk dat hij geen Rus is, maar die taal is natuurlijk verbonden met dat conflict. Ja. Dus het is toch weer meer Engels momenteel wat we proberen te spreken. Nog één vraagje, spreekt een Litouws dan een zelfstandige taal? Litouws, ja. Dat is een zelfstandige Slavische taal? Ja, moeilijke taal. Ah. Weinig begrijp ik ervan, maar... Ja. Oh, dat komt toch wel. Ja. Nou, Dennis, goed. Sterkte. En, dank je. Tot de volgende keer misschien dan. Leuk. Graag. Ja, ik ga de uitzending terugkijken en laat het filmpje maar zien. Dat is wel grappig. Ja, laat nu het filmpje zien, ja. Dag. Tot ziens. Dag. Tot ziens. Doei. Dag. Nou, dan kun je het laten zien. Ja, het filmpje wat in Vilnius gefilmd is door Dennis zelf, begrijp ik. En van een demonstratie eigenlijk en een optreden. Oh ja. Tegen de... Na, o dabar ištarkime tai, ką kiekvienas tikrai moka atmintinai. Slava Ukraine! Slava Ukraine! Slava Ukraine!
Kiekvienas esantis čia ar namuose tiesiogiai per LRT televiziją žiūrintis šią solidarumo akciją gali prisidėti prie paramos Ukrainai trumpuoju numeriu 1482. Ja. Ja, het is ook al intens. Nee, het komt een beetje in de sfeer gelijk. Dat zelfs dan sta je daar tussen publiek. Je denkt, ja, je moet niet opeens een afwijkend geluid laten horen. Als grapje zeggen, lang leven Rusland. Dat moet je niet doen. Nee, dan word je gelinst natuurlijk weer. Maar het is wel, ja, toch wel angstig voor de bewoners ook van Litouwen. Ja. Dennis, als Dennis al iets wil gevaar lopen, maar het is... Je proeft zelfs hier al een beetje de sfeer. Dat ze bij Oekraïne ook niet dachten dat het zo ver zou komen. Nee. Dat ze in de schuilkelders zou moeten verblijven. Zou ik eerst even een fijne om even weer alle oorlogsdreigingen even te laten varen? Want we zijn er ook voor de vreugde en ook voor de hart. Ja, daarom. Want er is natuurlijk prachtig lenteweer geweest. Dat zou je haast vergeten. Ja. En ik was van het weekend naar Zutphen en ik heb een heel fijn lentefilmpje gemaakt. Van hoe het weer was. Kijk, vandaag is het alweer iets grauwer buiten. En morgen sneeuw. Dus het gaat helemaal veranderen. Code oranje, de betaalde code geel is morgenmiddag. Ja. Maar nu eerst even weer nog even terugblikken op die fijne lente. Ja. Een tulpenboom. Magnolia. Zutphen is een prachtige stad. Het is een hele oude stad ook. Ja. Maar heel veel echt middeleeuwse bouwwerken nog. Het was een heel mooi binnenplaatsje. En het stond aan een... Dat lag aan een oude stadsmuur. Oh. Dat zie je straks met een mooie oude wachttoren. Kijk, het is echt prachtig. En dat wordt helemaal onderhouden door de bewoners, de vrijwilligers. Onderdeel van de oude stadsmuur. En er is ook weer een filmpje gemaakt. Dat is ook wel weer leuk natuurlijk. Het is toch heel kort. Een filmpje gemaakt hoe ik het filmpje maakte. Oh ja. Dus dat is natuurlijk ook interessant. Dit was een kort filmpje. Het wordt dezelfde vogeltjes fluiten. Een andere hoek, precies. De andere hoek, hetzelfde filmpje. Maar het blijft mooi. De schoonheid van de natuur. Dus ook goed camerawerk. Ja, maar dat is cameraman Jeroen. Oh ja. Een privé-cameraman. Hè? Kijk, ook door de tulpenboom. Oh ja, dan zie je jouw filmen. Dat zag ik al heel... Dus eigenlijk de making-of. De making-of, ja. Toen was je eigenlijk nog goed. Ja, toen was ik weer goed, ja. En dat was nog voor de medische ingreep. Dat is ook wel leuk, de making-of van een filmpje van 1 minuut. Ja. En dan... De making-of is dan nog langer, eigenlijk. En is het openbaar toegankelijk, die plek? Ja. Hoe heet het? Hoe heet het? Of die hoek? Zutphen. Ga maar zoeken. Je vindt het vanzelf. Nee. Bij die toren. Als je die toren ziet, dan kan je daar naartoe lopen. Ja. Maar je mag er zo binnenlopen. Ja, dat was via een gebouw. Maar prachtig. Het is een hele mooie stad. We gaan daar ook naartoe, Zutphen. Ja, want aanstaande vrijdag hebben we voorstellingen in Zutphen. Dus in de Hanshof. Dan kunnen we dat overdags bekijken. Ja, er is nog plek. Oh, is er nog plek? Ja. Oh. Nijmegen is uitverkocht. Zaterdag is in Nijmegen, dit is uitverkocht. Dat is de laatste van dat seizoen Nijmegen. De laatste van deze serie. We komen wel nog terug in een paar plaatsen in november, oktober, november. Maar deze week de laatste voorstelling in het land. Morgen. Morgen bij Wijk Beduursteden. Precies. Het was een inhaalvoorstelling, want we zouden er zijn toen het zo stormde, anderhalf maand geleden. Ja, toen mochten we niet. En vrijdag Zutphen en... Zaterdag Nijmegen in de Lindenberg. Ja. En wat ook nieuws is, op 14 april hebben we een gestreamde voorstelling. Margreet Dolman en dominee Gremdaert en dokter Valentijn. Hetzelfde schuisje. Ja. En daar verheugen we ons enorm op. Dus dat is poster, onthulling. Dat is een nieuwe poster. Hele leuke, eerste keer. Hele mooie affiche. Heel mooi. Kijk, en alle vlaggen, omdat het natuurlijk over het hele wereld... Van onze correspondenten overal. Van links naar rechts, zou ik de landen noemen. Ja.
India en dan heb je de Europese Unie. Hè, dat zijn een hele hoop landen bij elkaar, maar zie het maar als één. En dan heb je Brazilië en dan gaan we naar de rechterkant van het schuitje. Verenigde Staten, dan heb je Thailand en dan Jordanië. Ja hoor, oh, ja. Zo met zo'n greep uit de landen waar we... Want Olga Tels in Jordanië, ja. Die kijkt ook en die had net een antwoord op een vraag. Maar ik ben even vergeten welke vraag het was. Ze geeft een antwoord hibiscus. Hadden de vraag welke plant iets was? Nee, ze heeft een mail gestuurd met een foto van een hibiscus. Aha, oh, dat, ja. Dat begrijp ik. Maar, dat wil ik nog even afronden. Dus op 14 april, met heel veel mensen blij zijn met de gestreamde voorstellingen. En ze waren bang dat we geen gestreamde voorstellingen meer zouden geven. Dus de Nederlanders in het buitenland. Maar ook de Nederlanders die moeilijk ter been zijn. Of de Nederlanders in Middelburg die niet naar Amsterdam kunnen komen of in Groningen. En voor die mensen en ook voor alle anderen geven we dus op 14 april dus die gestreamde voorstelling. En straks laten we nog de promo zien van Margreet Dolman. Want het is Margreet Dolman en Dominee Gremdaert en Dr. Valentijn. Maar dat doen we straks. En wat ook leuk is, en dat is ook uit dankbaarheid voor de mensen die ons steunen via Petje Af. We hebben niet zoveel leden, maar wel, ik geloof, bijna 200 leden van Petje Af. Die steunen ons. En die krijgen voor €5 de voorstelling te zien. Toegangskaart, ja. €5 korting. Maar normaal is het €10 voor één persoon en €15 voor een huiskamer. Maar Petje Af mensen krijgen een kaartje €5. Uit de dankbaarheid. Want wij zijn die mensen die ons steunen, zoals jullie die altijd kijken. Dat vinden we ook fijn. En jullie vinden het fijn dat wij uitzendingen maken. En zo snijdt het mes aan twee kanten. En ondertussen is het al 16:55. Ja, we zullen nog een paar lentefoto's laten zien. Oh ja. Dat we de eerste mensen lentefoto's kregen. Wie gaan we eerst doen? Wat heb je voor staan? Nou, dat doe ik eerst Marion Heineken. Ja. Het is een... Uit Bangalore. Precies, een lenteauto. Dat is een ambassador, merk, Indiaans merk. En de ambassadeur van Duitsland rijdt nu nog steeds in dit autootje in het rood. Een grappig autootje. Ja, leuk. Deze hè? Auto werd van 1958 tot 2014 in India geproduceerd. Oh, een koket. En dit is ook een foto uit India. Je ziet met een mooie bloesem in de boom. Het lijkt als een vlinder. Even kijken. Ik ga toch even... Mooi. Indiaanse lente. En verder hebben we ook nog een filmpje over twee slakken. Hè? Ja, van Anke en Tineke uit Arnhem. Die ook trouw kijken altijd. Want ze leggen een uitleg erbij. Gaan we het nu vertonen? Zal ik eerst een uitleg geven? Oh nee, doe maar tijdens het filmpje. Dat is wel leuk. Oh ja. Kijk, daar gaan we. Anke en Tineke schrijven. Vanmorgen de groene kliko na het leger teruggehaald naar de schuur. Zit er nog een dikke slak in? De slak maar op een steen gezet bij de boom voor het huis. Terug in de schuur zit er nog een slak. Op onze fiets, notabene. Ook me naar die steen gebracht. En ja hoor, de slakken zoeken elkaar op. Hebben het even leuk met elkaar. En gaan dan rustig weer hun eigen weg. Echte sloottelevisie. Maar het is meer dan leuk met elkaar, toch? Ja. Dat ze ook op elkaar zitten en elkaar ook vinden in zo'n tijdens grote tijd. Tijdens 40 seconden hoor je de vogels ogen, en muziekgeluid van schoolplein achter de huizen. Maar is dat veel langer dan 14 seconden, het filmpje? Ja, met filmen zijn ook foto's. Oh, het zijn foto's, ja. En dat die sprieten, dat zijn hun ogen. En dat bovenop zie je die zwarte puntjes, dat zijn hun pupillen. Maar het is toch ook liefde dan, eigenlijk? Ja, schattig. Hoe planten slakken zich voort dan eigenlijk? Slakkenporno. Ja. Lief. Nou, mooi. Ook een mooi filmpje. Want heel veel mensen sturen filmpjes in. En dat is ook wel leuk, omdat het zijn filmpjes die je normaal niet op televisie ziet. Ik denk niet bij Op1 dat ze een filmpje van twee slakken laten zien. Nee, en nog even iets heel wij anders. Doen dat wel, dus. Nog even Monique Menk. Die had ook wel leuke foto's gestuurd van lente met dun gesneden wortelreepjes. Oh ja, vertel je dat? Oh. Ja. Lente met een dun gesneden wortelreepjes via een moderne handrasp van circa 15 jaar geleden. Door mijn toenmalige vriend achtergelaten. Ik heb hem net weer teruggevonden, die rasp, en er een mooie julienne van gemaakt, van de wortels. Oh. Dus het gaat om de rasp eigenlijk. Ja. Ja, precies. En nog een paar filmpjes, die gaan we duiken. Door onder andere van Boudewijn Reininga. We hebben nog een hele mooie slaapmutsje gekregen van Corwin. Die laten we ook op een ander moment zien. En daar gaan we ook nog duiken naar het filmpje van de brug van Joop. En Ivo en Dolman gaan we nog naar schakelen. Maar dan gaan we nu even eerst met Erik Teunissen bellen.
Nick Teunissen. Nick Teunissen, sorry. Oh, Nick Teunissen. En straks nog wat kranten. Ja, moeten de krant ook nog doen. Oh, ja. Dat mensen, wacht, altijd, eerst, mensen altijd op. Ja, maar eerst Nick Teunissen dan. Ja. En die zit in Bosnië. In Bosnië. Is het nou Bosnië-Herzeg of... Kijken. Ja. Gaan we naar Bosnië. Herzegovina. Interessant, wat maken we toch een fijn programma. Daarom kijken jullie ook. En de meesten die kijken uitgesteld rechtstreeks. Zo ja, deze show. Hallo, nou daar zijn we. En, goedemiddag jongens. Ja, goed. Hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. Ja. En, is het koud? Want je hebt een trui aan. Ja, ik ben bij de kachel gekropen. We hadden echt, afgelopen week was het echt een soort van voorjaar hier. En het schoot ineens naar de 21 graden. En vandaag jongens is het gaan regenen. Het is hartstikke koud. Dus ik heb de kachel moeten aandoen. Het is echt, Ja. Lekker ook. En hoe bevalt het nu in Bosnië? Hebben jullie spanning? Ja, het bevalt heel goed op, Paul. Maar de spanning is echt om te snijden. Om het maar even op zo'n Hollands dan uit te drukken. Nee, dat gaat niet de goede kant op. Het conflict wat eigenlijk een beetje bevroren is sinds het einde van de oorlog hier. Dat wordt nu zeker onder invloed van Oekraïne opnieuw... uit de ijskast gehaald en ingezet. Dus dat is echt wel heel verdrietig. Dus het conflict tussen Bosnië en Servië? Of, wat je eigenlijk moet voorstellen is dat we hebben... Het is altijd een beetje lastig uitleggen, want het land op zich, Bosnië-Herzegovina, is na de oorlog de facto in twee entiteiten opgedeeld. Dus twee delen. Het ene deel, dat is de federatie van Bosnië-Herzegovina. Daar wonen wij, met de hoofdstad Sarajevo. En dat bestaat voornamelijk uit Bosnische Kroaten en Bosnische moslims. Het andere helft van het land, dat heet Republika Srpska, de Servische Republiek. Dat is een residu van de oorlog. En daar wonen met name dan de Bosnische Serviërs, of de Serviërs met de grootste lijnen met broer Servië. En daardoorheen eigenlijk ook met broer Rusland, zo moet je het zien. En Rusland is eigenlijk de laatste jaren wel ontzettend bezig geweest om met behulp van Republika Srpska, satellietstaat dat we het bijna gewoon noemen, de boel hier gewoon zodanig te traineren. Onder andere ervoor te zorgen dat Bosnië niet zich aansluit bij de NAVO. Dat is dan zo'n element. Dat hier binnen in het land, zeg maar, gewoon de staat gewoon niet bestuurbaar meer is daardoor. Door een van die setbazen die dan als zo'n satelliet hier is neergezet. Dus, of nou is neergezet, maar wordt beïnvloed. Ja. En dat zorgt ervoor dat het land op dit moment eigenlijk onbestuurbaar is. Hij heet Bosic, geloof ik, hè? Sorry. Dodik, Milorad Dodik. Maar hoe is het mogelijk, ja. Want Servië, ik zit achter de laptop, hoe is het mogelijk dat het Servië dan zo'n grote Russische invloed heeft? Want Servië ligt niet, kijk, dat ligt aan Roemenië, Hongarije. Hoe kan het dan zijn dat alle omringende landen niet pro-Russisch zijn? En ze willen graag lid van de Europese Unie worden, Servië. Ja, alles wat je zegt qua Europese Unie, ze willen graag lid worden van de Europese Unie, Servië. Alleen ze, dat zie je nu zeker ook met de sancties, hè, als het gaat om wat er in de Oekraïne gebeurt, en het veroordelen van. Nou, dan zie je dat Servië bijvoorbeeld bij monden van de president, Alexander Vučić, wel zegt, we veroordelen het. Dus in dat opzicht gaan we mee met de Europese Unie, maar we ondersteunen niet de sancties. De Europese Unie zegt dan, nou ja, je mag niet op twee stoelen zitten, je moet nu je keuze maken, want je wilt tot de EU heen toetreden. Dus dat is onderdeel van dat verhaal. En wat Mark bedoelt, hè, daar waar het gaat om de invloed van Servië in Bosnië en in omliggende landen. En ja, het is een apart verhaal wat ook terugreikt naar de groot-Servische nationalistische agenda, zoals die ooit is ingezet door Slobodan Milošević, hè, de toenmalige president van Servië, waardoor alle ellende hier in Bosnië is wel is ontstaan. En dat maakt onderdeel uit van een panslavische traditie die ze op etnocentrisch gebied hier willen bewerkstelligen. En dat is een soort ultranationalistische gedachte die hier wortel heeft geschoten, heeft geleid tot de oorlog in Bosnië en zich ook heeft verspreid door de hele Balkan heen. Dus je ziet dat verhaal zich in de verschillende landen echt kopiëren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Montenegro, hè, een buurland van Bosnië, dan zie je dat bijvoorbeeld in 2016 hebben we hier, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar gewoon een coup gehad, ondersteund door Rusland. Dat is inmiddels ook wel duidelijk geworden. Er zijn ook mensen voor veroordeeld. De Servische broeder, zeg maar, het broederschap, dat is een soort van sentiment wat ervoor zorgt dat politici hier, en met name ultranationalistische politici, elkaar altijd daarin opzoeken. Ja. En dus ook met het Kremlin. En Poetin wil er graag in roeren natuurlijk in die
in die pool van ellende. Dat doet hij. Kijk, en hij gebruikt het gewoon in die zin als een politiek speelbal om Europa in militair opzicht te destabiliseren. Nou, daar slaagt hij hartstikke goed in. Want je ziet bijvoorbeeld, we hebben hier, Bosnië staat sinds het einde van de oorlog eigenlijk onder curatele van de internationale gemeenschap. Hè. We hebben hier dan de high representative, de hoogste vertegenwoordiger, die altijd kan ingrijpen. Maar ja, dat hele mandaat wat die man heeft is in de loop van de jaren, de verschillende personen die die functie hebben bekleed, wel uitgekleed. En dat zijn nou een van die posten waarop Rusland altijd, als het gaat om zijn vetorecht in de VN-veiligheidsraad, loopt te sarren. Dus bijvoorbeeld de Duitsers hebben het wel kunnen ontzijden. Die hebben dus hier wel een nieuwe hoogvertegenwoordiger kunnen aanstellen onlangs. Maar dat was zeer tegen het zere been van het Kremlin, die dan weer op andere manieren loopt te traineren. Nou, een van die trainages, dat is een Nederlandse, dus viertaling, dat is dat onder andere, hè, het blokkeren via deze Servische staat binnen onze staat, mag ik het dan eigenlijk uitdrukken, van het toetreden tot de NAVO en het opbreken van Bosnië, dus gewoon het land uit elkaar trekken en Dayton-akkoord eigenlijk opblazen op die manier door separatistisch bezig te zijn. En dat zorgt hier wel echt ook, als je het naar menselijk niveau dan even vertaalt, zeg maar, om ons heen, zorgt voor zoveel verdriet, jongens. Bosniërs zijn heel veerkrachtige mensen, maar ja, de afgelopen 26 jaar, hè, na het einde van de oorlog, er is nog niet eens de oorlog mee gerekend, is het voor Bosniërs heel moeilijk om hier een eigen koers te varen. Nou ja, en er komt dan nu gewoon staat de Tweede Oorlog voor de deur. We hadden dit is half maart geweest, dat we de Russische ambassadeur hadden hier, Igor Kalabukov, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die dan zegt van ja, als jullie het in je hoofd halen om de NAVO op te zoeken, als Europa daar met jullie toe besluit, dan is Oekraïne, echt letterlijk dan is Oekraïne het voorbeeld dat wij voor ons zien, echt letterlijk, citaat bijna, vertaald. Nou, dat is de facto gewoon een diplomatieke oorlogsverklaring. Daar kun je weinig meer met verbloemen. Nee. En hoe ben jij daar zelf onder? Je bent niet van plan om naar Nederland terug te keren. Nee, die gesprekken hebben we natuurlijk wel gevoerd. Dus je moet je voorstellen dat het is zo raar dat we zeggen van ja, wanneer staat de koffer klaar? Wat doen we erin? En wanneer is dan het moment dat je zegt van ja, wel of niet? We hebben besloten om te blijven en om niet weg te gaan. En voor mij persoonlijk is dat gewoon, is dat daar vrij simpel. Ik heb hier natuurlijk een ander deel van mijn familie, de tweede helft van mijn familie zitten. Mijn geliefden, mijn vrienden. En ik denk dat als ik in Nederland via de televisie zou moeten zien hoe mensen hier kapot gaan, ja, dan ben ik eigenlijk de facto ook wel kapot. Dan is mij, ik wil niet heel sentimenteel theatraal overkomen, maar dan is mijn lichaam er nog wel, maar mijn geest niet meer. Dus ik kan beter hier blijven en ervoor zorgen dat ik kan helpen dan die ellende op afstand moeten zien. En hopen dat het allemaal nog ten goede gaat keren. Ja, maar ja, we hebben er een hard hoofd in. Nogmaals, Rusland is hier hard bezig om het op zijn kop te zetten. En in de omringende landen. En daar kun je weinig tegen doen. Ze hebben wel extra EUFOR-troepen dan gestuurd. Hè. Dat is dan onlangs gebeurd. Ook in het kader van die hele geopolitieke romslomp met Oekraïne. Maar ja, dat zijn toch wel hete hangijzers. Dus er worden dan troepen gestuurd naar het noorden van Bosnië, naar de grens met Servië. Er wordt dan eigenlijk weinig of niets over gecommuniceerd. Dus dan denken de meeste Bosniërs ook van ja, waarom doe je dat? Fijn dat je extra troepen stuurt, maar dat doe je niet zomaar natuurlijk. Dus wat is daar aan de hand? En dus wat ik eigenlijk wil zeggen, je hebt zo'n snelkooppan, die staat onder hoogdruk. En als het dus eenmaal loodt en er lopen er veel rond ultranationalisten denken, nou, even de vlam in de pan. Wat je dus ook in Montenegro zag gebeuren. Hè? Dat is een plan. Het is dus ook bewezen door het gerechtshof. Dat is een Russische geheime militaire dienst. De Servische nationalisten naar het parlement wilde sturen. Dat was het plan. Het is verijdeld om daar de minister-president gewoon een kopje kleiner te maken. Nou ja, als je dat soort types hier om de hoek hebt zitten, dan kan er van alles gebeuren. Dus het is wachten op het eerste schot. En dat vind ik, moet je eerlijk zeggen, als Nederland ook wel stuitend. Dat daar weinig tot niet tegen in wordt gebracht. Nou, het is ook jammer. Het wordt erg. Condomologie. Het is ook natuurlijk dat nu een beetje in de, ja, het gebeurt een beetje in de luwte, die ellende. Want iedereen, alle aandacht gaat naar Oekraïne uit. En wat Oekraïne of zij te houden. Wat uitzenders naar Polen of daar dingen gaan met de Baltische landen. Maar nu is eigenlijk Bosnië een beetje een vergeten gebied. Ja,
Ja, Dami, de facto is eigenlijk gewoon, ook als je kijkt naar de oorlogsverklaring van de Russische ambassadeur, ik kan het niet anders zien binnen het huidige politieke spectrum, als je het hebt over het afscheidingspolitiek van deze Milorad Dodik, die Bosnische Serf, die dus ook gewoon zegt, joh, ik trek me terug uit de staat Bosnië, ik ga mijn eigen leger oprichten. Nou, dat is de voortzetting van het leger van Karadzic. Nou, ja. We weten allemaal wat het heeft opgeleverd, ja. Zeg maar. En dan verwacht je daar in ieder geval helemaal niets goeds van. Maar in ieder geval wel dat er aandacht voor is. Want het is, jongens, 1300 kilometer bij jullie voordeur vandaan. Snap je, hemelsbreed. En er is weinig tot niets over bekend. Er wordt ook weinig aandacht aan gegeven. En om daar nog even op in te gaan kort door. Dat was al voordat Oekraïne natuurlijk... zeg maar zijn tweede aanval beleefde afgelopen februari. Dit speelt eigenlijk al de afgelopen jaren. Ja. Dat we ook al eens in 2019 al aan de bel getrokken. Toen we een keer de kans kregen om Mark Rutte dat te vertellen dan in een theaterprogramma. Ja, er komt weinig tot eigenlijk helemaal geen reactie terug. Ja, we hebben het ook nog naar de Kamer gestuurd. En dan kwam een out of office reply. Iemand die zei, ja, ik stuur het door. Ik zal ervoor zorgen dat het belandt op de plek waar het moet belanden. In de Europese Unie heb je dan gelukkig wel één iemand, voor zover ik dat weet, maar Tineke Strik. Die doet overigens voor, hè, Ingeborg Beug heeft ook heel veel natuurlijk aan te danken. Heel veel voor de Grieken, maar ook voor de Bosniërs in dit opzicht. En daar houdt het wel een beetje op. Met een aantal mensen die ik hoogstwaarschijnlijk zal vergeten. Waarvoor mijn excuus. Maar daar houdt het wel op. En dat zo verdrietig is het. Ja. Ja. En hoe is het met jou persoonlijk dan eigenlijk? Want ik zag net wel een leuke poes. Ik zie hem nog in de rechter beneden hoek. Nou, persoonlijk gaat het gelukkig heel goed. Want we houden ons echt wel met dieren. En met heel veel liefde om ons heen sterk. We hebben, niet lachen, 5 katten binnen en inmiddels 2 puppies buiten. Dus die hebben we gewoon maar, ja, we dachten het leven gaat door en we zien wel. Maar dit gaan we gewoon doen. Dus we hebben ik reed terug van sporten en dan kom je hier over een heuveltje heen. En daar liep het, dat is een beetje een Charles Dickens verhaal, zo'n vertaald zwart puppietje door het bos. Ik dacht, waarom, weet je, is die van iemand? Dus ik stop de auto, die komt bij me, die gaat niet meer weg. Dus ik bel mijn partner en zeg, wat gaan we doen? Stop maar in de achterbak. Achterbak open en sprong erin. Dus dat is puppy 1. En de tweede puppy die hebben we opgehaald uit Priador. Dat is een stad hier, nou, toch gauw 5 uur rijden vandaan, zoiets. En mijn partner werd verliefd daar op Tara, noemen we haar, op een dame. Verbaasd dat hij verliefd werd op een dame. Hij werd verliefd op een dame. Ze heet Tara. En die heeft het parvovirus overleefd. En die konden we uiteindelijk ophalen, ook in de achterbak. Dus het is een dierentuin. En daarmee houden we ons eigenlijk een beetje staande. Oh, en mogen we dat zien ook, de dierentuin? Mag alles zien, Paul. Ja, graag. Even kijken, wil je de poezen zien? Ja, eerst de poezen. Eerst de poezen en dan de putjes. Ik heb zo'n lieve cameraman, dat is mijn eigen vent. Even kijken. Ik ga het zelf proberen, het moet lukken. Even hoor. Ga ik wel even uit beeld. Ja. Even hoor. En dan moet ik kijken of mij dat, want ik ben echt geen technisch wonder, maar dat gaat mij dan lukken. Hoe draai ik het beeld? Of ik draai het beeld. Ja, dan moet je op je eigen beeld. Ja, ja, dat kan. En is het, ja, heel dit goed. Is, ik zal het proberen snel te doen, jongens. Sorry, dit is Dama. Oh, dat is ook heel lief. Een meisje. En zoet. Zit een schatje, maar wel de vlerk, zeg maar. Dan hebben we hier de kattenbak. En daar hebben we Emina. Dat is ook een Bosnische naam. Een Cyperse. Sorry. Een Cyperse poes. Is de poesepoes. Dat is ook een meisje. En dan heb ik, even kijken hoor. Dan heb ik hier, heb ik Zlata. Ah. Dat betekent goud in het Bosnisch. Dat is ook een meisje. En wie hier, dit is Tommy en dat is een mannetje. Oh. Maar die is wel gecastreerd. Dus hij heeft dan een knipje. Mm-hmm. Want met 4 vrouwtjes zouden we een soort van festijn hebben wat je niet wilt. Nee. En dan hebben we buiten de puppies. Maar ik hoop dat de verbinding wel goed blijft als ze eruit. Ik kijk opzij naar mijn schat die zegt dat het gaat goed. Ja, en normaal is het bij de puppies. Het is echt een Nederlands huis haast. Wat zei je, Mark? Echt een Nederlands huis, zei Dami. Totdat je de deur open doet. Wacht maar. Kijk, dit is kijk dan, Dami en Mark. Nou. En dit is mijn liefje. Normaal mogen ze nooit naar binnen, dus nu is het feest. Dat is schatjes. Ze zijn echt poppies en ze willen altijd eten. En ze gaan ook goed om met de poezen. Ze gaan hartstikke goed om met de poes. Ze zijn allebei ook. Oh. En ze houden van elkaar ook. Ze zijn het lesbootjes. Ja. Soms dan rijdt de een op de ander. Dat is wel heel vreemd overigens. Ze moeten wat? Ja. Wat zei je, Dami? Ze moeten wat?
Ja, ze moeten, wat? Nou, voor je weg. Noodlesbisch. Noodlesbiennes dan. Het zijn twee vrouwtjes, die honden dan. Ja, het zijn twee vrouwtjes, toch? Ja, het zijn twee vrouwtjes, Mark, ja. Dus ik neem je even mee zo. Ja, dus het zijn twee vrouwtjes en af en toe de rijdt de een op de ander. Nee, maar het zijn moppies en... We hebben het gewoon maar gedaan en we weten niet waar het leven eindigt, maar dat weet je natuurlijk nooit, met of zonder oorlog. Dus, Nee, maar zo heb je toch ook wat troost en wat levendigheid en gaat in het huis. Vanzelf, gaat het opvoeden van die honden goed? Of laat je er gewoon maar godswater voor het akker stromen? Nou, Dami, Tara, het blonde vrouwtje, dat is echt een voorbeeldhondje. Die is zo geboren met hele nette genen. Maar het andere monster, die moet op puppycursus. Dus we hebben hier een soort gratis puppycursus en dan moet het heen. Want het is een schatje, het doet niks kwaad, maar het springt de hele tijd. En als je naar buiten komt en je wil eigenlijk naar een nette afspraak en je hebt net je nette kleding aangetrokken en hij baggert door de aarde heen. Dat is, we hebben echt een apart setje, dus een vies setje. Als vieze mannen en dan het setje om te kleden. Oh ja. En dan hebben we toch nog een vreugdevol slot daarvan. En wat ga je straks eten? Er wordt voor mij gekookt, heel luxe. Mijn vent die kwam terug van een reis uit Belgrado met de televisie. En hij gaat voor mij kip maken. Gemarineerd met dopertjes en rijst, denk ik dat erbij zit. Dus dat wordt een feestje. Oh ja. Nog één ding. Zijn er nog theaterprojecten of zijn er nog... Ja, wat ontzettend leuk dat je het vraagt, Dami. Ja, zeker. Ik ben zelf bezig met een nieuwe voorstelling persoonlijk. Mijn vorige voorstelling heette Enkeltje Hollandia. Dat ging dan eigenlijk over terugkeren van mijn vent uit Nederland naar Bosnië. En ons dan in het algemeen. Maar nu ga ik mag ik het zeggen? De titel? Ja, het is een werktitel, maar dat gaat hem ook wel worden. Enkeltje Bosnië. Oh. En dat gaat eigenlijk... We maken gewoon het vervolg op... er valt niet zoveel te vertellen over nu en over het leven wat we nu leven, denken we. Dat we daar graag een voorstelling over willen maken. Dus dat is mijn eigen persoonlijke project nu. En daarnaast ben ik met de jongeren in een theater hier om de hoek. En het grootste theater uit ex-Joegoslavië in Bosnië. Het Bosnische Nationale Theater. Ja, in Zenica, zo heet die stad. Het is hier 70 kilometer van vandaan. Met jongeren een theatervoorstelling aan het maken over hun leven in Bosnië. Hoe ze daar naar kijken. Want die hele generatie die na de oorlog is geboren. Die leeft eigenlijk de facto nog steeds in de gevolgen van de oorlog. Ook al vliegt er nog geen kogel rond. Tot nu. Dus ik was zelf als maker heel erg geïnteresseerd in hoe zien die jongeren dat? Dus dat is echt, dat is eigenlijk ook een soort van theatraal onderzoek wat ik erbij heb opgenomen. Maar ja, het is een feestje. We gaan dat uitvoeren begin mei. En we komen ook op een festival te staan hier in de stad om de hoek, Konjic. Dus dat is echt een van de lokale projecten die ik ook doe. En daar krijgen we alle ondersteuning van dit prachtige professionele theater. Dus het feestje. Ik slaap er ook trouwens. Als ik in het weekend daar repeteer, dan heb ik daar een kamer in het theater. Dat vind ik wel echt heel stoer. Oh, dat is een van de dingen die ik... Misschien moeten we dat ook... in het theater. Een keer. Daar kan ik dan lekker zeggen. Misschien moeten we ook aankomst steden. Ja. En misschien moet je een keer in Nederland in ons Betty Asfalt-complex optreden dan. Nou, dat zou toch wel een ontzettende eer zijn. En dankjewel voor het aanbod, Paul. Ja, absoluut. Ja. Als jullie dat bevalt, dan zou ik dat met liefde. Ja, tuurlijk. We hopen in september weer open te kunnen gaan. Ja? Wauw. Ja. Wat goed dat jullie dat doen. Je bent natuurlijk zelf wel druk geweest, hè, met alle voorstellingen en het boek. Dus, maar dat is wel heel gaaf. Nou, wat een aanbod. Graag. Graag. Nick, had jij nog een vreemde vraag? Nee, ik ben niet meer. Nou, dan tot de volgende keer dan. En ook veel sterkte ook de komende tijd. En, dank jullie wel. En ook jullie ontspannen. Heel veel aandacht voor... Sorry. Ook ontspannen, pardon, natuurlijk. Ja, doen we hoor. Kijk, er komt iemand bij me. Me helpen ontspannen. Oh ja, nou. Tot de volgende keer dan. Oh, leuk. Dag, Nick. Tot de volgende keer, jongens. Doei. Dag. Dankjewel. Dag. Doei. Nou. Ja, het zijn wel aangrijpende verhalen allemaal. Ja. En je merkt toch wel dat die spanning veel groter is, ook in de omringende landen eigenlijk, dan we mooi vermoeden. Dat toch een roeping hebben. En daar toch blijven en daar hun werk willen voortzetten. Ja. En niet denken, ik ga terug naar een veilig Nederland. Nee.
Dat is heel mooi. Maar het is vooral vreemd dat er in de media geen aandacht aan wordt besteed. Ja, dus dan denk je, het is daar zo erg geweest in de jaren 90. Dat het dan dat het weer zoiets gruwelijks kan herhalen. Nou, dat er olie op het vuur gegooid wordt. Dat blijkt dat het toen ook niet, dat het toen ook nog steeds pijn deed. Dat het niet iets is opgelost door die oorlog toen. Dat het zeer is gebleven. Nee, maar ramp hebben ook op een situatie. Die hebben ook, ja, het klinkt haast gek, maar het is haast modieus. Soms heb je een nieuwe ramp, Oekraïne, en dan is iedereen daarmee bezig. En de oude rampen, die worden helemaal vergeten. Ook wat daar Ingeborg, daar horen ook hoe toestand de Griekenland is. Die is ook heel erg. En alle vluchtelingen die daar nog steeds zitten op al die eilanden. Dat wordt echt taal nu vergeten. Ach, natuurlijk heel rampig. Ja, we gaan ook zo naar Ingeborg. God, we wilden een vrolijke uitzending maken. Maar wel leuke fragmenten tussen. Beetje hard onder de riem televisie. Dat mensen die al een beetje depressief thuis zitten, dat die een beetje vrolijk worden. Ja. En nou worden ze toch... Ja, er is niks aan te doen, maar je wordt misschien toch wel de put ingepraat. Nee, want het is, realiteit is natuurlijk niet leuk, maar wij laten zien hoe je ermee om kan gaan. Ja. We hebben nu een gesprek met Nick, maar het is toch een fijn gesprek. Er zit een hoop informatie die niet leuk is, maar je ziet ook hoe je ermee om moet gaan. Hoe gaat Nick ermee om? Ja. Hoe gaan wij ermee om? En dat mensen thuis denken, nou ja, zo kan ik ermee omgaan. Zo denk ik zelf ook. Je moet het ook een plek kunnen geven. Je kan het allemaal wel verdrukken, maar als op een gegeven moment heel erg wordt, ja, dan weet je niet hoe je moet voelen en hoe je moet handelen. Je kan beter op een veilige manier toelaten en dat je het kan verwerken en een plek kan geven en dan wel met een rustig gevoel door kan gaan en dat je weet dat er iets is wat niet leuk is. Ja, nou, het zijn wijze woorden. Ja. En dat je... Ja. Nee, maar het is wel waar. Dus eigenlijk kan je er wel weer vrolijk van worden, ondanks de realiteit. Je kan het niet ontkennen. Ja. Er zitten nog een paar bloesemfoto's door. Die, als het even een soort afwisseling, doe nog even... We hebben de mensen net nog gestuurd, bloesemfoto's. Ja, Ongetel heeft een foto gestuurd. Femke Kwadvas heeft dat gestuurd. Ongetel. En er liggen ook nog een paar foto's, dacht ik. En Femke Kwadvas. Dat is heel mooi, ja. Even weer fijne lente. Dit is... Ja. Kijk, even kijken. Lentefoto. Femke, even kijken, dan mijn balkje weg. Zo, Femke Kwadvas. Het is prachtig, ja. Zoveel mooie bloesem nu aan de bomen. Ja. Het is altijd mooi als je een foto van bloesem maakt, dat je erachter die blauwe lucht hebt. Dat is altijd zo'n Van Gogh schilderij, doe je meteen aan het denken. De kersenbloesem. Ja. En Olga stuurt dus een foto van een hibiscus. Ja, nou, ook naar kijken. Met de Jordaan, het Jordanië. Oh ja, dat is mooi. Mooi, ja. Die is in het bloeitje in Nederland veel later. Dan bloeit die volgens mij in augustus pas. Oh ja. Nou, iets eerder geloof ik, maar hij groeit wel in, bloeit aan Nederland. En moeten we nog een filmpje laten zien? Ja. Voordat we met de kranten doornemen? We gaan eerst, of zo met de kranten beginnen, dan even afwisselen met een filmpje dadelijk. Ik vind het allemaal goed. Jij ook. Er ligt nog een heleboel filmpjes. Een filmpje van dus, de brug van Mio. Er ligt nog een filmpje van... Ah, misschien is de brug van Mio wel leuk. Ja, vind ik ook wel leuk, zien. Ja. Bovendien een eigen maaksel. Heb ik gefilmd, grotendeels geloof ik. Ja, ik ook hoor. Oh, ja. Ik niet. Ik heb weer gemonteerd. Ja. Allemaal ons plasje erover gedaan. Ja. Zo, daar gaan we. Geven jullie commentaar? Ja, dit is dus Mio. Dat ligt ongeveer 100 kilometer boven Montpellier. En kijk, dan zie je in de... dan zie je de brug. We wandelen nu. We hebben de auto geparkeerd. Dit is een speciaal uitkomst, dan wandelen we hem naar boven. Hier zie je eigenlijk de oprit van de weg. En dan draaien we de camera om. Zie je de auto's, dan zie je in de verte de brug. En dan loop ik verder naar boven. Ik weet niet of je de hele tocht gaat, loop pal. En oh ja, ik was al eerder. Het is een lange tocht. Maar ik denk dat... dan ben ik boven, bij het uitkijkpunt. En dan zie je... Dus prachtig zeg, die brug. Hoe groot die brug, ja. Daar is de Erasmusbrug in Rotterdam toch nog... Dat is één zo'n harpje. Je hoort de wind, dat is onvermijdelijk op zo'n hoog punt. Daar staat Dummy. Ja. Dat heb ik gefilmd. En dit heb ik weer gefilmd. Die schaduw is heel mooi, hè? Ja, die schaduw van die brug, die zie je in het dal. Dus uitermate in de brug. Gigantisch, ja. Dus het is de hoogste brug ter wereld qua... Kapilonen, zeg maar eigenlijk. Hoe ze het gemaakt hebben. Nu gaan we de brug over. Oh ja, we gaan met de autobrug over. Kijk.
dan zie je niet zoveel, eerlijk gezegd. Nee, dat is het jammer. Hè? Dus als je die brug zelf, daarom heb ik uittrekpunt gemaakt. Op de brug zelf zitten schermen ook tegen de wind en dan zie je eigenlijk niks. Nee, het voelt wel. Want die heb je wel die pionnen, want dan denk je, waarom zijn die pionnen daar? Wat is... Ja, maar ze met de weg gaan. Oh ja. Maar het uitkijkpunt waar we net liepen? Zo, oh ja, links ja. Maar nu kom je nog eens ergens. Ik wist nog ineens dat bestaan van die brug. Erg hè? Nee, maar het is ook niet zo bekend. Nee? Ik vind het wel echt een eye-catcher. Kijk, je kent die brug in San Francisco, die rode brug. Ik vind het ook wel een... Naar beneden loopt de rivier, als ik het goed heb, de Tarn. Tarn? Tarn. Ja. Dat is die ook niet. Ik zie het scherm. En links de pilonen. Dat is tegen de wind dan, die scherm. Ja. Vrachtwagens. Ja, maar ook tegen dat je niet. Nou, is het weer ook dat je niet afgeleid wordt door het uitzicht, denk ik. Oh. Dat zijn de kabels. Oh, ja. Ja, dit effect is heel mooi. Als je die kabels kijkt. Ja. Nu, dit. Wauw. Ja. Alsof er zo'n. Het VPRO-logo kan het ook allemaal van die draaiende lijnen. Nou, hier is het. En hoeveel kilometer is die eigenlijk? De brug? Ja. Die is volgens mij. 3 kilometer lang is het. Zo. En het was in 2004 geopend, las ik, door president Chirac. Chirac, ja. Die was toen president. En het is een vrij lange brug, want we rijden toch met een 80 kilometer ongeveer. Kijk, het water daar, maar dat is niet waar, dat zijn wolken. Dat is het einde. Ja, we rijden wel helemaal af hoor. Ja. Oh ja. Vind ik toch wel. Dan kom je nog eens ergens. Ja, dat is waar. Het is ook wel. Het is een hele mooie weg ook van Clermont-Ferrand naar Montpellier toe. Ja. Hij eindigt in Montpellier. We reden toen vanaf Ivo van Woerden, waar we straks ook nog contact mee hebben. Waar we ook gefilmd hebben. In Cruzon. Croissant-Suffauve. Dat is het einde. Ja, dat is het einde. Nou. Maar het is ook wel slow-televisie, maar wel interessant. De kranten. En dan gaan we daarna Olga... Nee, sorry, Ingeborg Beugel bellen. Olga gaan we ook een keertje bellen weer, over een paar weken. Sceptis over... of zeg je skepsis? Skepsis. Skepsis over Russische toezegging. Ja, met ze gewoon doorgaan met bombarderen. Ik doe even de voorpagina's en Dami doet dan de rest eigenlijk. Bovengronds leven kan niet meer in Charkov. Ja, het is allemaal... Dit waren de spionnen, stond alleen... Ja, ik zou het ook een beetje snel doen. Ja, en we hebben nog even... Gisteren was voetballen, hè? En er heeft Nederland-Duitsland 1-1... Oh, en daar was weer veel te doen over spreekkoren. Nou, en de voetballer die gescoord heeft... Ja, die is homo. Nee. Oh. Waarom zou die ineens homo moeten zijn? Nee, we waren spreekkoren namelijk. Duitsers zijn homo's, geloof ik. Hè? Ja. Ik wist überhaupt niet dat die wedstrijd was. Alle Duitsers zijn homo. Oh, dat zijn heel leuk. Alle Duitsers zijn homo's. Ja. Het wordt dan als belediging gezien. Dat is natuurlijk een beetje... Compliment. Ja, waar zo moet belediging zijn. Dank en dan vindt men het raar. Ja. En vindt men dat het schandelijk was. Maar ik kan het ook positief vatten. En hoe zeg je het? Alle schwoelen. Alle Deutschen zijn schwoelen. Ja, dat is toch leuk. Danke. Dan met roze vlaggen. Een regenboogvlag. En de wave doen. Het is wel leuk als ze reageren. Dat is helemaal niet erg. Nee, maar die voetballer die voor Nederland gescoord heeft. Oh, Bergwijn. Bergwijn. Nou, we hebben ooit, zaten we een jaar of 10 geleden, denk ik alweer, of 8 geleden, zaten we in de trein, in de Thalys, wij zitten nou eenmaal dikwijls in, op weg naar Parijs. Ja. En toen kwamen we in gesprek met 3 mannen, die zaten aan de andere kant van het gangpad. En er was één een voetbalmakelaar, even vroeg wat hij deed. De ene was voetbalmakelaar, de ander was, dat weet ik even niet. Maar de derde man, dat was de vader van Steven Bergwijn. En die ging naar Parijs. Want hij zei toen, zijn zoon voetbalde toen volgens mij bij PSV.
als ik het goed had. En die was nog onbekend. Heel jong, onbekend. En die ging je nou mee praten of hij aan een buitenlandse club kon verkopen. Of dat hij met de makelaar praatte op weg naar Parijs om te kijken of misschien of naar Paris Saint-Germain kon of wat ook. Uiteindelijk is hij volgens mij in Nederland gebleven. Maar hij voetbalt nu bij Ajax en doet het daar heel goed. Ja. En is nu ook het elftal, het Nederlands elftal heeft gisteren de reddende goal gemaakt. Hij scoort achter elkaar. Hadden jullie gekeken dan? Naar het laatste stukje. Nee, we zaten in de trein. We hebben in de trein een stukje gekeken, inderdaad. Zo. Ja, in de Thalys. Asieldwang toch op tafel. En wat is met Caroline Tense daar linksboven? Die wil ik ook nog even. Oh, Caroline Tense. Caroline Tense, liever dagen niet eten dan in corset. Nou, fijn, weten we dat ook weer. Ja. Er is verschuiving in podcastland. Dag en nacht media wordt overgenomen door het Deense Podimo. En dikwijls hebben wij gezegd, sinds ik heb toen wij met onze activiteit op YouTube begonnen, heb ik ook gedacht, laten we eens met dag en nacht media gaan praten. Ja. Of die het konden hosten en ook dat we van al hun know-how gebruik konden maken. Maar toen zeiden ze, nee, we doen alleen podcast en wij maken geen podcast. Nee, terwijl dit wel een soort podcast is, alleen met beeld. Dat was het rare, terwijl je moet, Mark Mieder Huibers, die maakt met avondkostjes een podcast, maar in feite gaat er daar ook een filmpje. Ja, ook filmpje. Met beeld. Met beeld. Ook met beeld. Dus ik ga toch eens ook weer eens een keer met dag en nacht media. Maar dat is van Schimmelpanic, van Tony Media. Nee, daar gaan we over praten. Maar dit podium is niet van... Maar Petje Af is ook een soort podcast waar we ook op zitten. Ja. En dat gaat naar Spotify ook. Ja. Spotify. En over podcast gesproken, er is een kijker van Troost TV of luisteraar, het is net hoe je het ziet of hoort, die heeft ook een podcast, de Sterrenstof podcast. En dat wordt gesproken, dus, moet je maar googlen, dat is echt een leuke podcast. En daar heb ik een vraag ingestuurd en die komt op 1 april in de podcast zelfs. Dus Sterrenstof. Overmorgen. Sterrenstof podcast. En het gaat over ruimtevaart en over de, over het heelal. Dat is wel interessant. Een vraag ingestuurd. En welke vraag? Of mag je dat niet zeggen? Ja, dan kun je luisteren. Ik weet niet meer hoe ik het formuleert. Dat is dan weer zo'n vraag waar heel veel vragen in zitten. Het Sterrenpodcast, dan kun je gewoon googelen. Een Sterrenstof podcast. Sterrenstof. Ja, misschien zou Margreet Domen van podcast moeten beginnen. Ja, dat kan ook. Maar misschien moet je ook een keer mee bellen over de podcast, die Sterrenstof podcast. Ja. Ik wil even iets laten zien in de Volkskrant. Daar stonden allemaal in de jaren 50, toen de Koude Oorlog nog koud was, stampte Nederland 138 luchtwachttorens uit de grond. Het gek is dat ik die torens nooit gezien heb. Mag ik eens? Fotograaf Herman van der Boom legde de luchtwachttorens die overgebleven zijn vast en ontdekte dat ze elk een eigen, heel eigen karakter hebben, terwijl ze wel ontzettend op elkaar lijken. Maar iedereen heeft net een ander detail. Een soort watertoren? Of? Ja, het lijkt een beetje watertoren. Oh, ze zijn ook, het is een constructie. Ja. Ik heb nog nooit gezien, inderdaad. Nee, ik heb ze ook nooit gezien. In de plaats hier door de Schoonbeek. Maar misschien allemaal in het oosten van het land. Rossum, Winschoten. Dat ze aan de grens meer staan. Ja. Zal ik kijken of er iets in de postel... Ja, ze zijn wel aan de grens inderdaad. Hier de Winschoten, Rossum, Maasees. Oewacht voor mij in Zeeuws-Vlaanderen. Maar het zijn wel bijzonder. Nou, we hebben één kant gedaan. Gaan we verder naar de kant. Gaan we nu even Of even de promo van Margreet Dolman laten zien. Ook waar je ook, misschien ook even vrolijk van. Even kijken. Dan schakelen we over met Dolman. Over de nieuwe voorstelling. Het is weer zover. Op 14 april hebben we een live gestreamde voorstelling met Margreet Dolman, Dominee Gremdaten en Dr. Valentijn onder de titel Samen in hetzelfde schuitje. En het is ook zo, het klopt ook, want Nederlanders over de hele wereld, maar ook in Nederland zelf, die zitten in hetzelfde schuitje. En in deze tijd hebben we behoefte aan een voorstelling die een hart onder de riem karakter heeft, dat we een beetje opgebeurd worden. We worden gewoon depressief van de oorlog, van de pandemie, die is dan voorbij, maar de dreiging blijft. En daarom heb ik zoveel zin om vreugde en vrolijkheid te brengen in alle huiskamers in Nederland en in de rest van de wereld, zeg maar. Onder de titel In hetzelfde schuitje. Ik hoop dat jullie ook gaan kijken. Want de andere gestreamde voorstellingen, die waren
zo'n succes. We hadden zoveel saamhorigheidsgevoel. Dus ik hoop dat we dat nu ook weer kunnen creëren op 14 april. Oh, ik heb zo'n zin in. Nou, dat kunnen jullie kijken. Die best Mendes hebben al gemeld dat ze gaan kijken. Oh ja, nou leuk. En Willem Groenewegen, die was in slaap gevallen, maar die doet altijd om 4 uur een dutje. Oh ja. En maar hij viel slaap met een vertrouwde stem op de achtergrond. Het is van ons, het is ook leuk bij onze uitzending dat je ook af en toe kan slapen of je kan af en toe heen en weer lopen. En je kan het altijd terugzien. En heel veel mensen die luisteren ook alleen maar eigenlijk, die kijken niet eens, die hebben de koptelefoon op. En die luisteren buiten dan misschien wat. Nog even de kalender van Sjane van Münster laten zien. Ja, daar zijn we wel laat mee, maart. Ja, het is maar goed. Al maart. Maar het was, vorig jaar hing elke dag een blaadje zien van die schrift. Ja. Op een gegeven moment kon het niet meer, dat te veel dikke bladen waren. En nu hebben we een nieuwe kalender. En het hij is echt zo prachtig. 2022. Zij maakt zulke mooie. Ja, ik zou er toch schilderijen van willen zien. Ze scheurt eigenlijk toch ook stukken papier, het hele kleine stukje krantenpapier. Ja. Ja, het zijn eigenlijk een soort collages voor een deel. En maar heel mooi. Dit vind ik toch. Het zijn echt prachtige schilderijen. Die zouden je toch. Het is jammer dat het alleen maar een kalender is. En hij is ook niet meer te koop ook. Dat is zeker? Heel snel uitverkocht, ja. Oh. Ja, hoe zou je dat. Er zou toch daar toch een herdruk van moeten komen. Ja, maar de meeste mensen kopen aan het begin van het jaar dat. Ja, als het maart is. Moet ze alweer werken aan de kalender van 2023. Wat scheuren. Wat een werk ook, hè? Ja. Om dat te maken. En Jan Douma heeft ze gemeld. Uit Florida. Die kijkt ook. Zullen we nou. Ik word beugel. Dat doen we weer zo. Met name kranten. Kan jij ook weer zo meepraten? Ja. Zal ik er eerst bellen? Maar misschien ter inleiding, er is nu afgelopen maandag is er een rapport in Europa gepubliceerd dat het slecht gesteld is met de persvrijheid in Griekenland. Oh ja, maar ik heb zin in een heel vrolijk item nu. Raar is dat, hè? Dat je ineens denkt van, ik heb nou wel zin in vreugde. Misschien hebben we het niet goed opgebouwd. Dat het alleen maar narigheid is. Nee, en alleen maar Ingeborg Beugel bellen. Strijd is. Ik weet ook niet of ik het goede nummer heb. Ja, dat is. Wij maken spontane televisie. Dus dan heb je ook ineens. Dat doe je bij Op 1. Heb je dat niet. Hij wordt wel opgepakt. Oh, gesprek mislukt. Staat erbij. Bovenste Ingeborg was het, hè? Uit het rijtje. Doe ik deze weg. Bovenste Ingeborg. Lukt het? Ja. Deze weg ook weer. Deze ook weer weg. Deze doe ik ook weer weg. Zo. En dan gaan we weer hier naartoe. Zo. En dan krijgen we dit weer. En dan de Ingeborg Beugel. Die heb ik hier. De bovenste, hè, van de rij. Er zijn diverse nummers. Nee, ik heb er maar één hier. Nee, kijk. Die? Ja, die had ik ook, hoor. Misschien, probeer het nog één keer, dan bellen we Ivo. Als het niet, misschien druk ze weg. Ja. 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 Ja, daar heb je dan. Ja. Ja, alles is goed, zo. Nou, leuk, Ingeborg. Ja, je haar zit goed. Het zit wild. Helemaal niet, mijn haar zit helemaal niet goed. Maar het kan alleen maar naar één kant, want alles moet uitgroeien. Je moet de rode hoed op doen. Het is een hele. Het is een hele nieuwe coupe, heb je. Ja, gewoon alles naar één kant. Want al dat blond moet eruit, zodat ik mijn eigen grijs word. Nou ja, jullie kennen het verhaal. Hoe gaat het daar? Ja, we hebben net allemaal nogal zware verhalen gehad eigenlijk in Bosnië. En Litouwen. En Litouwen, twee Nederlanders die daar zitten en die daar behoorlijk angstig zijn eigenlijk. In Bosnië ook, omdat
daar de dreiging ook groot aan het worden is. De Russen ook erg zitten te stoken in Bosnië via Dodic, de president van de Republiek Srpska. Daar is het erg in de ellende te stoken, zeg maar, echt daarin. En af en toe heb ik ook die idee dat in Griekenland ook wel eens gebeurt. Want Griekenland is relatief vrij pro-Russisch, hè, dacht ik. Nou ja, dat wordt in de Nederlandse pers zo gezegd, maar dat is helemaal niet waar. Nee, de Grieken zijn heel erg boos, want Mitsotakis, zonder debat in het parlement, dat kan natuurlijk helemaal niet, heeft wapens gestuurd naar Oekraïne. Oh. En echt de meerderheid van de Grieken wil niets met welke oorlog te maken hebben, met welke oorlog dan ook. Gisteravond was er een fantastisch, echt ongelooflijk indrukwekkend, ad hoc georganiseerd openlucht concert voor de universiteit in het centrum van Athene. Duizenden mensen. Ik ken geen enkel ander volk dan de Grieken die zoiets groot, met een podium en geluidsapparatuur en lichtballetten en een opkomen en komen en gaan van alle grote Griekse artiesten. Echt iedereen die ertoe deed als muzikus of zanger trad gratis op. En het ging maar door en het ging maar door. En het was een manifestatie tegen de NATO, tegen Rusland, tegen Zelensky, voor alle vluchtelingen, ook met een gekleurde huid en met een moslimachtergrond. Net zoals de orthodoxe, blonde, blauwoogige Oekraïners. Ik heb met open bek staan kijken. Dat je zoiets gigantisch in 2 dagen organisatie van de grond krijgt. Nou, ik ken geen enkele andere nationaliteit die zo'n klus kan klaren. Daar zijn die Grieken echt zo in. Ja. En wat was nou het interessante? De Griekse regering, die Mitsotakis, die door een belangrijk EU-rapport over de in gevaar zijnde persvrijheid in Griekenland weer de risée van Europa is sinds afgelopen maandag, die had dit grote muzikale event veroordeeld. Oh. En dat had hij niet moeten doen, want daardoor kwamen er nog veel meer mensen. En het werd dus van een anti-NATO, anti-oorlog, anti-Poetin, anti-Zelensky, pro-vluchtelingen event van de weeromstuit, een anti-Mitsotakis muziekfeest. En al die pro-gouvernementele media, die dus zwaar gesubsidieerd worden door Mitsotakis, die miljoenen krijgen om alleen maar reclame over hem te maken, die hebben er met geen woord over gerept. Duizenden mensen in het centrum van Athene. Het ging tot diep in de nacht door. En de staatstelevisie en al die pro-Mitsotakis televisiezenders, radiozenders, kranten hebben gezwegen als het graf. En alleen de onafhankelijke, niet pro-gouvernementele pers. De ene prachtfoto naar de andere. Jullie moeten maar op Twitter en op FB kijken. Ja. Het was onvergeten. En schrijf jij daar iets over voor De Groene? Voor De Groene Amsterdammer? Ja, er komt morgen een stuk waarin ik het meeneem. Want net zoals die grote pro-vluchtelingen demonstratie tegen racisme, weten jullie wel, op 19 maart, naar aanleiding van de internationale antiracisme dag 21 maart. Ik geloof dat ook in Nederland toen allerlei demonstraties waren, in alle steden, in heel Europa. Dus daar kan dit grootste evenement van gisteravond nog wel bij. En verder moet ik natuurlijk schrijven over dat vernietigende EU-rapport. Dat is verschenen afgelopen maandag. Waarin even heel fijntjes uit de doeken wordt gedaan hoezeer de persvrijheid in Griekenland in gevaar is. In de eerste plaats is tijdens de Griekse crisis, dus tussen 2010 en 2019, tot Mitsotakis aan de macht kwam,
zijn een heleboel media opgekocht door foute maffia, tycoons en oligarchen. Net zoals die Russische of Oekraïense oligarchen, die hebben voetbalclubs en televisiezenders en kranten en noem maar op. En dat zijn hele foute vriendjes van de huidige Griekse premier. Dus dat is al heel erg slecht sowieso, voor welke persvrijheid dan ook. Kijk naar Rusland, kijk naar Oekraïne. Kijk dus ook nu naar Griekenland. De onafhankelijke, niet-gouvernementele pers kan nauwelijks het hoofd boven water houden. En we zitten in een heel onrechtvaardige, valse concurrentiepositie. Want Mitsotakis, die heeft 83 miljoen euro gegeven aan allerlei media, van loesje online platformpjes tot grote commerciële televisiezenders. Met dien verstande dat ze alleen maar reclame over Mitsotakis mogen maken en geen geluid van kritiek mogen laten horen. Nou, dat staat allemaal in dat rapport. Dat er is door 7 internationale persorganisaties aangewerkt. En het is gepubliceerd door het Europese Instituut voor Persvrijheid, dat hoofdkwartier heeft in Wenen. Ik ben een van de vele journalisten die voor dat rapport toen is gehoord. Dus er is zelfs een heel apart hoofdstukje over mijn zaak, een wrange eer. En ja, dat is als een bom ontploft. En het is in heel Europa gehoord. Maar de Griekse regeringsspokesman, die heeft het bestaan om te zeggen dat er allemaal niets van waar is. En beschuldigt de Griekse oppositiepartij Syriza. Dat is een soort Griekse GroenLinks meets Socialistische Partij, SP, maar dan Grieks. Syriza. En die Syriza die heeft kabaal gemaakt in het Griekse parlement en is met een officieel statement gekomen. Hij heeft aan de bel getrokken en gezegd: jongens, het gaat helemaal mis met de huidige regering en de Griekse persvrijheid. Kijk maar dit rapport. En toen heeft de Griekse regeringsspokesman die partij ervan beschuldigd om in zee te gaan met de anti-Griekse elementen die het Griekse volk, de Griekse regering en de Griekse instituties beledigen. Ach, ja. Op de nationalistische toer gegooid, zeg maar. Op de nationalistische boeg gegooid. Ja, weet je, die Mitsotakis, Koumsouis, die liegen net zo hard over de pushbacks als ze liegen over de zwaar onder druk staande Griekse persvrijheid. Ze liegen gewoon. Blijven maar liegen. Wanneer zijn er weer verkiezingen? Oh, volgend jaar. Kunnen niet wachten. Nee. Maar als er zoveel mensen op zo'n demonstratie afkomen, dan zou je zeggen, dan willen de Grieken toch ook hun stem geven aan een oppositiepartij. Dan zijn ze toch ook beu langzamerhand. Ja, weet je, net zoals Nederland Rutte beu is en Rutte toch weer als grootste partij uit de bus is gekomen, dat gaat er ook gebeuren in Griekenland. Kijk, die Rutte, zowel als die Mitsotakis, die bevoordelen zo ontzettend de rijken, de mensen die het goed hebben, de mensen met grote bedrijven, met grote industrieën. En daar zijn er kennelijk, nou, we hebben het gezien in Nederland, nog veel te veel van. In Nederland hebben mensen nog steeds kennelijk in meerderheid veel te goed om nou eens eindelijk van die VVD af te stappen. In Griekenland is dat ook zo, want Griekenland is ook nog heel corrupt. En de mensen die voordeel hebben bij die corruptie, die zijn heel machtig. Die oligarchen, nog veel meer dan in Nederland. Het is wel zeker dat Mitsotakis niet meer alleen, zoals nu, een regering kan vormen na de volgende verkiezingen. Hij zal een coalitie moeten vormen. Dus er wordt aan de poten van zijn stoel gezaagd, dat is duidelijk. Maar dan is het grote gevaar dat hij met allerlei extreemrechtse partijen een coalitie gaat vormen. En dat links dan weer, maar dan ook geheel buitenspel zal staan.
En heb je wel goede linkse leiders? Want in Nederland ontbreekt het daar een beetje aan eigenlijk. Met de leiders van de GroenLinks en de Partij van de Arbeid en de SP. Maar dat is bij jullie ook zo. Volgens mij is het in heel Europa zo. Ja, dat is jammer. Dat rechts in heel Europa maar groeit en overal weer wegkomt, heeft ook vooral te maken met een gebrek aan goed links. Ja. En in Griekenland is het helemaal erg, want daar bevechten die linkse partijen elkaar ook nog. Dus in plaats van samen een gemeenschappelijk front te vormen tegen de echte vijand, namelijk de Griekse VVD, die Nea Dimokratia van Mitsotakis, en nog veel extreemrechtse partijen die Griekenland ook kent. Maar zou jij niet een linkse partij kunnen leiden, eigenlijk? Jij bent een barricadevrouw. Ik ben Nederlands, ik ben geen Griekse, dus dat kan helemaal niet. Maar ik ben wel gerecruiteerd sinds die rode hoed. Gewoon ingelijfd bij, zeg maar, de Griekse bijeen. En dat is die Kerva, die Griekse volksbeweging tegen racisme en tegen de fascistische dreiging. En die heeft nog geen zetel in het parlement, wel één zetel in de Atheense gemeenteraad, net zoals ooit bijeen. En ik hoop heel erg dat ze bij de volgende verkiezingen wel in de Griekse Kamer zullen komen. En daar voel ik me ook het meest bij thuis, want dat is echt de enige Griekse beweging, CQ-politieke partij, die voor de vluchtelingen strijdt. En die ook tegen die discriminatie is die de oorlog in Oekraïne nu heeft laten zien. En als die oorlog één ding heeft blootgelegd, dan is het wel het diep gewortelde racisme in heel Europa. Ja. Ook in Nederland, net als in Griekenland. Oekraïense, blauwoogige, blonde, orthodox-christelijke vluchtelingen. Die worden hier door de minister van Asiel en Migratie echte vluchtelingen genoemd, versus persons of color met een moslimachtergrond die als illegale migrantenprofiteurs worden weggezet. Het is niet te bevatten. Nee. Het gaat maar door. En ik begrijp dat in Nederland er nu ook geluiden steeds meer overkomen, toch? Ja. Nou, het is je hoort en merkt wel dat de respons in Nederland ten aanzien van de Oekraïners is veel positiever, om het zo maar even te zeggen, dan tegenover de Syriërs en de vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Dat is een bekend fenomeen eigenlijk. Maar het wordt niet opgevat als racisme in Nederland? Wordt in de Harskamp, toen er Syriërs vluchtelingen kwamen, toen stonden er allemaal rellen. En nu worden ze met open handen ontvangen, de Oekraïnse vluchtelingen. Ja, dat waren Afghaanse vluchtelingen toen. Ja. Die Afghaanse, ik weet het. Maar ik hoorde van collega's van nu.nl en de Groene Amsterdammer dat er nu ook wel protestgeluiden in Nederland klinken tegen deze dichotomie van wel echte vluchtelingen. Ja, begint dat nou ook een beetje ook in Nederland? Nee, het wordt vaak gesignaleerd inderdaad. Het wordt ook, en dat ook in de, dat wordt bij de grens in Polen, de vluchtelingen die uit Oekraïne kwamen, die een donkere huidskleur hadden, die werden heel gediscrimineerd, die werden heel anders behandeld dan de Oekraïners zelf. Ik heb zelfs gelezen er zijn heel veel Afrikaanse studenten in Kiev. Ja. En die werden uit de vluchttreinen en de vluchtbussen gehaald en die mochten Polen niet in. Nee, oh. Nee, dat soort verhalen hoor je inderdaad. Dat is wel overgeschreven hier ook, hoor, maar het is... Ja. Ja, het is, ja, het wordt toch weggedrukt door het hele kolossale grote leed, zoals het wordt gezien, van de massa. Ja. Hoe is het met Ferraydoen? Nou, Ferraydoen die heeft dus een eigen huisje hier in mijn buurt. 6 minuten lopen. En het is best wel een beetje hard voor hem nu, maar dat moet ook. Hij moet leren op eigen benen staan, dus... Ik heb hem, heel moeilijk voor mij, even een paar dagen niets van me laten horen. Hem helemaal met rust gelaten, want hij kan alleen dat flatje dat uit 2 kamers bestaat niet betalen. Dus zijn opdracht was een roommate zoeken. Ja. Nou, dus na 6 dagen kwam hij, ik heb een Iraanse familie gevonden. Ik zei, Iraanse familie, 2 ouders... En 2 kinderen van 10 en 11.
waarop ik dacht, maar hoe kunnen nou vier mensen in één zo'n klein kamertje en hij dan in de andere kamer. In dat andere kamertje daarnaast? Maar ja, ze betaalde €300 en het kost €350. Dus dat had hij dan slim bedacht. Ja. Dat zij dan voor het grootste deel betalen en hij met €50 klaar is. Maar dat is mislukt, want die kinderen die maakten een hels kabaal en die gingen op de gangen in dat flatgebouw stopcontact te zoeken. En daar staken ze dan apparaatjes in om op de gang te gaan koken en thee te zetten. En daardoor werden de andere flatbewoners boos. Afijn, einde van dit verhaal is dat hij ze er vanochtend uit heeft gezet. En nu heb ik hem aangeraden om één jonge man, net als hij zelf, te zoeken die ook een baan heeft, zoals hij binnenkort heeft bij die Kokomat fietsenfabriek. En dan kunnen ze gewoon de huur delen. Ja. Maar één zo'n kamer voor meerdere personen, ook al krijgt hij daar meer geld voor, is natuurlijk niet zo'n slim idee. Je moet een gelijkwaardige partij zoeken. Ja, een beschaafde homo of zo. Dat is misschien wel leuk voor hem. Je weet hoe die daarover denkt. Het zou een godswonder zijn. Ik vind alles best. Maar ik moet me er vooral niet mee bemoeien. Nee. Want hij is 24 en ik moet niet ophouden met dat moedertje spelen. Ja. Hij moet maar op zijn bek gaan als het verkeerd gaat. Nou, dat is nu gebeurd. Daar leer je van. Ja, en hij kan altijd weer bij jou terugkomen voor raad. Ja, natuurlijk. Nee, en hij komt, en dat is wel heel fijn, hij komt af en toe met de honden wandelen, want zijn hond mist mijn honden en mijn honden missen zijn hond. Dus ja. Dat is dan iedere keer als hij komt één groot hondenfeest en dan knuffelen ze elkaar en dan spelen ze met elkaar. En, nou, die honden die zorgen voor een soort continuïteit en structuur. En vrolijkheid ook natuurlijk. En vrolijkheid, ja zeker, ja zeker. En nou, ik hoop dat hij nu een goede co-huurder vindt. En dat dat niet een hele familie is met vervelende kinderen. Nee. Maar hij is er dan toch nog makkelijk vanaf gekomen dan. Dat ze ook dan uiteindelijk weggaan. Ja. Ja, hij heeft dus hun geld terug moeten geven, ja. Natuurlijk. Ja. Dus, nou. Ja, het is hard werken, maar ik zie dat hij groeit. Ja. Ja, nou, doordat hij mooi. Alleen woont, het is alsof hij langer is geworden. Hij loopt wat stoerder. Ja. Hij doet ook een beetje, Ingeborg, ik wil jou en je vriend volgende week uitnodigen in een Afghaans restaurant. En it's my treat. Het wordt sociaal, zeg maar. Ja, dat is mooi. En wat ga je straks eten, tot slot? Ik heb al gegeten. In de kamer van Firaidoun zit nu die Iraanse fotograaf en filmmaker uit Nederland. Dat is dezelfde man met wie ik toen met Tineke Strik naar Samos ben geweest, weten jullie wel. Ja. En die is bezig met een heel groot filmproject. En dat is allemaal heel spannend, want hij heeft een Iraans-Afghaanse man gevonden. En dat is een soort hoofdpersoon voor zijn film geworden. En dat is een van de mensen die uit Eleonas kamp is gegooid, want dat kamp midden in Athene met 3000 mensen, dat wordt gesloten. Ik heb er al eerder over verteld. Het is schandalig. Vanmiddag wordt er weer voor de ingang geprotesteerd. Maar ik kon niet, want ik moest hier blijven voor jullie. Die man die heeft nergens onderdak, dus bij een Griekse vriend van mij heb ik van 15 maart tot 1 april slaapplek geregeld, maar vanaf 1 april moet hij daar weg en dan gaat hij lopen door de Balkan, die dodelijke Balkanroute doen. En mijn Iraanse filmmaker wil dat helemaal volgen en filmen. Ja. Dus ik haal mijn hart vast, want dan gaan die mannen door die enge gebieden waar die doodseskaders rondstruinen lopen. En dan die Iraanse cameraman met cameramateriaal. Oh, oh, oh. Maar op weg naartoe, waar gaan ze naartoe dan wandelen? Naar Duitsland? Naar Nederland. Nederland. Naar Nederland. Ja. Want zijn vrouw en dochter, die zitten al 5 jaar in Nederland. Ja. Maar Nederland weigert die gezinshereniging. Ja. Dus deze man
die heeft 5 jaar zijn vrouw en dochter niet gezien. Komt niet door de Griekse asielprocedure en de Nederlandse asielprocedure door die zogenaamde gezinshereniging heen. Nu gaat het kamp dicht. Hij heeft niets, hij kan niet meer. Hij wil naar zijn vrouw en zijn dochter. Dus daar gaat hij nu naartoe lopen. Hou ja. maar eens tegen. Wat zouden wij doen? Zouden wij toch ook doen? Nee, ja. Het is logisch. En ja, het enige wat hij kan doen eigenlijk ook. Hij moet ja. het doen. En dat is zo oneerlijk ja. en walgelijk en onrechtvaardig. Die Oekraïners die worden met open armen ontvangen. En deze man die al 5 jaar zijn vrouw en dochter die in Nederland zitten niet heeft gezien. Mag niet. Nee. Niks open grenzen. Niet welkom. En ja, het is hartverscheurend. Hij moet eigenlijk proberen ja, even illegaal zo mee te liften dan zo in Nederland te kunnen komen. Niemand durft dat, want nee. ook in Nederland bestaat die wet. Nogmaals, er is een 72-jarige Nederlandse vrouw. Die heeft een doodzieke vluchteling uit de hel van Duinkerken meegenomen. Ja. En die heeft 9 maanden gevangenisstraf gekregen in Nederland. Want als je een vluchteling zonder papieren ook voor de Nederlandse wet in je auto meeneemt, word je beschuldigd van mensensmokkel. Ja, ja. Ja. Nou, we gaan het volgen ook. Ja. Deze verhaal nou, van en, de cineast. En, oh ja, en het laatste, sterk, toen die demonstratie was tegen racisme met heel veel... participatie van vluchtelingen, daar moeten we nog steeds de bussen voor betalen. Dus ik stuur jullie nog een donatielink. Please, please, alle Betty Asphalt ja. kijkers. Een tientje, een vijfje, €2, het dondert niet. We hebben nog €2000 nodig, want die bussen die we hebben gehuurd om die vluchtelingen uit die verwegistankampen mee te laten doen, zodat we niet voor en over hem demonstreren, maar samen ja. met hem. Toen die demonstratie was, toen was er tegelijkertijd een horrorgebeurtenis midden in de Evrosrivier. Die Griekse geheime commando's hadden een pushback gedaan van 30 Syriërs, waaronder 7 kinderen en 2 zwangere vrouwen. Die hebben ze op zo'n rotseilandje midden in die ijskoude, woeste, kolkende, vervuilde rivier neergezet, zonder water, zonder drinken, zonder warme spullen. Onze advocaat, dus de advocaat van Verheyen en van mij, heeft eerst een spoedaanklacht gedaan, direct bij het Griekse Hoogste Gerechtshof. Geen reactie. Toen direct bij het Europese Hoogste Gerechtshof. En toen is er van Europa bevel gekomen dat binnen 6 dagen de Grieken die hier schuldig aan zijn, die mensen van die rots moesten halen. Nou, dat hebben ze tot het laatste moment van die 6 dagen weten te redden. Dus die mensen zijn gedwongen dat vervuilde water te drinken. En die hebben nu allemaal maagproblemen en 1 kindje is verdronken. Dat gebeurt nog steeds aan de Schengengrenzen in Griekenland. Terwijl alle deuren opengaan voor de Oekraïners. Cynischer en wranger kan het allemaal niet. En de Grieken hebben de dood van dat kindje niet geregistreerd en achten zichzelf niet verantwoordelijk. Ja. Ze hebben gewoon weer een kind vermoord. Het is moord. Nou, dat zijn goede slotwoorden. Daar moeten we het mee doen, zou de rijdende rechter zeggen. Maar... Ja, vanmiddag komt er een stuk over dat rapport en mij op nu.nl. Dat komt vanavond online. En morgen de Groene Amsterdammer. Ja. En op Radio 1 was je ook nog te zien, hè? Of te horen. Op Radio 1. Wat? Op Radio 1 was je ook nog te horen. Ja. En jij houdt het hoofd boven water en dat moet ook omdat je die strijdlust moet houden. Ja, maar ik ben wel heel blij met jullie, want jullie geven me wel steun en... de moed om door te gaan. Ja, nou, dat moet ook. Dan gaan wij ook door. Nou, veel sterkte en tot gauw. En smakelijk eten, dadelijk. Ja, dadelijk. Jullie ook. Dag. Liefs en tot gauw. Doeg. Dag, dag, dag. Dag, lieve Ingeborg. Ciao, ciao. Dag. Nee, moet ik hem hier doen. Zo. Ja, ze ging gewoon met de cineast eten, dacht ik. Want iemand vraagt, wat gaat ze nou eten?
Nee, maar ze zei dat ze al gegeten had. Oh, dat is waar, ze had al gegeten, ja. En dat gingen ze uitleggen, maar toen kwam een heel ander verhaal. Ja. Dat is een uur later in Griekenland ook. Ja, dat is waar. Ja, dat is ook al 6:15. Nederlanders gaan ook al zo eten. Ja, en we moeten eigenlijk alle kanten nog doen. Op één na, op het volgende hebben we gedaan. Maar we gaan nu eerst kijken naar het filmpje wat jij gemaakt hebt van Ivo. Of Ivo, ja, gaan we nog met Ivo bellen? En dan gaan we met Ivo bellen, ja. En we sluiten dan de kranten. We sluiten met een mooi filmpje wat we kregen van Corwin. Die maakt af en toe een soort slaapfilmpjes, om het zo maar even te zeggen. En die, en dat, daar sluit ik me af. Je moet nog even blijven kijken. Ja. Nog even blijven kijken. Want we krijgen alle informatie, die hebben we nodig. Maar we moeten ook het hoofd boven water houden met z'n allen, zoals jullie kijken. Dus we hebben ook positief nieuws. En wij zijn bij Ivo van Woerden langs gegaan. Voordat we naar de brug van Millau gingen. Daarvoor. We zijn bij Ivo langs geweest. En dan, gek genoeg, we hebben natuurlijk dikwijls hem via de beeldtelefoon, zeg maar, zo gezien. En dan ziet het er mooi uit, maar dan zie je toch de diepte in het landschap niet. En nu, je denkt, dat is een beetje, een beetje heuvelachtig. Ja. Het is veel accentueerder, veel mooier en veel sprookjesachtiger het landschap dan je denkt. Bij de FaceTime. En dan je met FaceTime ziet. En Mark, die kan dan getuige zijn. Maar ook bij een filmpje zie je dat ook weer niet, want dat is natuurlijk ook weer gewoon of een film. Ja, okay, maar kan Mark getuige zijn of het inderdaad een verschil is wat we dus met de telefoon gefilmd hebben en wat op FaceTime is. Ja. Dan gaan we even kijken hoor. Je gaat even meekijken. Gaan we even kijken. Nou is Dami ook weer aan het filmen. Had je ons filmpje ook nog gezien van de dingen? Ja. Oh ja, jij hebt je op gereageerd ook, ja. Dat is waar. Ja, en waar de martelwerktuigen al getoond werden, waar ze mee gemarteld zou worden in de gevangenis. Oh, niet in jullie slaap. Nee. Moeten we 34. Deze is op de brandstapel gegaan, hè, toch? Ja. Het zijn niveauverschillen wel van 100 meter of meer. Echt veel geaccentueerder dan het lijkt. En veel mooie bossen, dan weer weiland, dan heel veel beekjes. Heel veel van die, wat je vroeger in Nederland ook had. Het landbouwgebied is niet verkaveld. Het is juist, in Nederland is dat door de ruilverkaveling is dan opgegeven, maar hier heeft nooit de ruilverkaveling plaatsgevonden. Je ziet overal nog die oude heggetjes in het landschap staan. En dat maakt juist zo mooi. Het is een soort Hans en Grietje huizen waarin ze wonen. En ondertussen zijn Paul en Ivo met mij aan het facetimen. Oh ja. Ik hoor mezelf in de Forsythia. Ik ben daar mijn terras aan het laten zien. Ja. Terwijl jullie daar in de... Maar ja, ik ken de tuin natuurlijk al van Ivo. Maar nu, dit filmpje ziet er inderdaad weer heel anders. Je ziet ook een huis daarachter. Die zie je nooit, daarachter, door de bosjes. Nee, ander huis, niet van de buurvrouw. Nee. Nee, het is mooi zo, een bloesempje. En wat is dat daar? Ja. Is dat een moestuin? Het was er net iets eerder al qua lente. Eigenlijk moet je de andere kant die ook laten zien. Welke andere kant? Nou, dit, jouw filmpje dat, dat jij het terras hebt gezien. Ja, dat is FaceTime. Door elkaar lopen. Kan ik, dat is het live. Het huis van de buurvrouw. Dan gaan we naar de moestuin. Maar ja, dat is wel een beetje hetzelfde wat Ivo ook laat zien. Ja, dat is waar. Maar natuurlijk, je ziet het eigenlijk zelf met eigen ogen. En ik laat dat inderdaad... Weliswaar anders gefilmd. En het is natuurlijk weer een andere tijd inmiddels. Ja, maar straks gaan we naar Ivo toe. Dan zien we het weer live. Nou, dan hoeven we dat niet meer te zien. Dat hebben we nu al gezien. Maar het is in ieder geval echt zo dat Ivo daar woont. Ja, het is een bewijs. Bewijs is geleden. Bewijs. Dus een, ja? Ja, dat toen de naam. Vorig jaar, of toen wisten we de naam van die... En die is nog, ik ga nog even opzoeken wat de naam was van die struik. Appel of niet? Iets met appel? Of, nee, ik weet het niet meer. Nou, het kijken wat Ivo zelf daarvan vindt. Of het klopt. Kijk, dat gaat wel goed meteen rechtstreeks door. Bij hem is het iets later komt het aan, de uitzending. Dus ik weet niet of hij het al... Ja, hallo. Hi. Had je het nog gezien ook? Ja, ik zat net te kijken. Het was een beetje een gekke ervaring om
mezelf in mijn eigen huis en dan ja. een andere blik op, maar wel heel leuk. Ik wist helemaal niet dat Dami toen een filmpje aan het maken was. Nee, maar toen waren wij met Marke aan het praten, ja, met FaceTime inderdaad. En nu zijn we weer binnen en ja. we hebben al veel dieren gezien ook. En ook blijken dieren ook veel troost te brengen. En waar is Mac nu? Want meestal springt hij op je als je gaat bellen. Ja, die had ik al. Die zag me er straks naar mijn schoenen wijzen. En Mac, kijk eens. Kom maar kijken. Je moet even een goede flip vinden. Huh? Oh, zo. Ja, dat is, daar ben je. Oh, kom ja. maar. En kom maar zitten. Goed zo. Oh, hij gaat meteen zitten ook. Ja, hij ziet dat ik een bot vasthoud. Oh. Daar gaat het om. Ga eens liggen. Ja, dan doet hij het meteen. En ga maar weer zitten. Zo. En wanneer krijgt hij het dan eigenlijk? Ja, als we er klaar mee zijn. Heb jij nog een vraag aan hem, Paul? Nu kan het. Oh ja. Ja, maar hij is gewend dat ik facet met hem praat. Oh ja. Dag, Mac! 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 Ga zitten! Ja, hij gaat zitten ook, hè? Nee, maar hij luistert niet meer naar me. Dat is voorbij. Kom dan maar. Kom maar dan. Neem oh, dan is hij ook zoet. En ik zag op Facebook ook dat je ook beelden hebt gedeeld ook van de tuin, hè, die helemaal in bloei staat. Ja. Dus daar mogen we wel naartoe dan, hè? Ja, zullen we gaan. En het gekke is, het was hier afgelopen maandag was het 23 graden. En het wordt komende zondag min 7. Wow, min 7? Ja, dus dat betekent dat alles wat nou zo mooi staat te bloeien, waarschijnlijk dat dit de laatste keer is dat jullie het zien. Oh, maar wat heb je fout gedaan dan, dat het ineens min 7 wordt? Ik weet het niet. Ik denk dat de heer me niet gunstig ja, gezind is. Ja, in Nederland ook nachtvorst. Ja, in Nederland komt ook nachtvorst. Ja. Wacht even, dan ga ik even flippen. Dus, nou, de violen kennen jullie wel. Ja. Maar, eens even zien. Het leukste is wel, nou ja, die kennen jullie ook. Oh, wacht, ik heb hier... Ja, nu kennen we het ook nu. We hebben er zelf en gelopen. En nu weet je waar we zijn. Het is wel grappig dat je dat zei. Ik vond eigenlijk op jouw filmpje, Dami, dat het ook meer diepte geeft dan op mijne. Dus ik heb gewoon een oude telefoon, denk ik. Oh ja, misschien moeten we een actie... Ja, misschien de camera anders in je hand houden. Nee. Een nieuwe iPhone, want welke iPhone heb je dan? Ik heb iPhone 8 Plus, denk ik. Ja, 8 plus. Nee, Mark schudt zijn hoofd af. Ik heb een 10. Dat is niet goed. Nee. Nou, maar... het ziet er het ziet er over... heel mooi uit. Dit is wel nieuw trouwens. Dat hebben jullie nog niet gezien, Paul en Dami. Nee, ik ook niet. Mooi. Dus dit is... Frank heeft dit gemaakt. Het is het is eigenlijk bedoeld om Mac buiten te sluiten. Dus zodat hij niet meer in de moestuin daar zo inbreekt. En allerlei dingen gaat. En nu hebben we allemaal hekwerk om... planten te laten groeien. Dus dit wordt... Hier hebben we een plant voor... Die gaat hier hopelijk helemaal op liggen. En we willen dat de druif, die loopt daar... Dat die dan... Dat bruggetje gaat maken. Zodat we hier allemaal druiven krijgen... Om ons hoofd aan te stoten. Ja. Maar het is wel idyllisch. Ja, toch? Ook, ja, mooi gemaakt. Het wordt wel een beetje een hout doolhof zo. Maar dat is ook wel leuk. Waar gaan we naartoe? Nou ja, deze heb je al net in de video gezien. Oh, dit is wel nieuw nog. Want dit zijn de seringen. Die beginnen... Die worden ook mooi. En weet je nog hoe die rode bloempjes heten... die ik net aan het eind van mijn film liet zien? Oh ja, dat is de Japanse kweepeer. Oh, de Japanse kweepeer. Ah ja, dat herinner ik me nu. Deze. Zie je. Het is ook wel leuk. De natuur gaat altijd door. Oorlog in, oorlog uit. Nou ja, jullie hebben wel een zware uitzending hoor. Ik dacht van, ik hoop dat mijn bloemen er tegenop wegen om mensen nog een beetje blij te maken. Ja, jij moet de uitzending redden nu. Ja. De vreugde weer brengen. En alle groenten, want je verbouwt ook veel groenten. Wat doe je daarmee? Want je hebt niet zo'n grote koelkast, hè? Nee, we hebben net een nieuwe koelkast inderdaad, Paul. Laat zien. Ik probeer een bruggetje te maken. Ja, wil je de nieuwe koelkast zien? Ja, graag.
En hoe hebben jullie die eerst even zien, ja? De bijtenschuurtje. Zo, hier hebben we een potberghok met allemaal ingemaakte potten. En, veel wijn. Ja. En hier hebben we dus een nieuw ijspaleis. Jee, maar hoe is hij binnengekomen? Het is een hele grote koelkast. Ja, nou dat was dus wel heel grappig. We hadden uitgemeten. Frank heeft hieronder eerst nog uitgeschept voordat hij het vloertje heeft gelegd. We hebben uit zitten meten wat er nou maximaal in zou passen. Zodat alle groenten uit de moestuin straks in de vriezer kunnen. Ja. Nou ja, dus, en daar hebben we een koelkast op besteld. Maar het bleek dat deze deur is lager dan de maximale grootte van de koelkast. Oh jee. Dus hij is er schuin in gegaan. Ja. En toen we eenmaal binnen waren, toen kon hij niet meer overeind komen, omdat hier een plafondetje zit. Oh ja. Dus toen heeft Frank uiteindelijk dit plafond eruit gehaald. Oh god. Zodat we hem rechtop konden flippen. Ik probeer het even uit te beelden ook. Ja, neemt heel goed. Gaat goed, hè? Ja, ja. Opflippen. En toen hebben we hem neergezet en is het plafondetje er weer ingegaan. En nu hebben we dus een ijspaleis voor hopelijk... Mooi. En kan je de deuren openmaken ook? Ja hoor, wil je kijken? Ja, graag. Er zit nog niet zoveel in eigenlijk. Nee, maar het is wel handig, twee deuren. Ja. Ja. Ja, dat is, kom maar. Dat is koelkast, hè? Allebei. Allebei koelkast. Zo. Wow, Grimberg. Ja, Grimbergen. Ja, die hadden we dus gehaald voor zeker bezoek vorige week. Oh. Maar volgens mij zijn we er niet eens aan toegekomen. Nee, we hebben allemaal wijn gedronken. Ja. Moeten we terugkomen? Kijk, Paul Vels. Zelfs 0%. Ja, want die heb je. Die blijven wel goed hoor, dus dan kom maar vooral een keertje terug. Die heb je haast nergens meer, Grimbergen 0%. En de diepvriesla? Oh, ja. Nou, kijk, daar zijn er twee van. Kijk, we hebben nu voor het eerst van ons leven ook ijsblokjes. Oh. Ja. En dan, hier zit nog niks in. Daar komt dus groente in uit de moestuin. En de eerste diepvriesvoorraad voor als de oorlog uitbreekt. Ja, want hebben ze in Frankrijk ook wel het idee dat er oorlog komt? Nou ja, ja en nee. Het gek is dat ik zelf een beetje... Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik ging toch automatisch eigenlijk uit zitten rekenen, kaarten opzoeken van waar liggen hier eigenlijk de kerncentrales? En wat stelt het daar een bom opvalt? Hoe ver zitten we er dan vandaan? Want ik dacht eerst van... Mijn hele familie moet maar hier naartoe komen als het zo ver mocht komen. Maar het is 200 kilometer hier vandaan. En eigenlijk maakt het natuurlijk ook niet zo heel veel uit. Maar het is zo'n soort gekke gedachte van ja, het zou misschien toch wel zomaar kunnen. En wat moeten we dan of zo? Ja, ja. Hebben jullie dat ook? Dat je er wakker van ligt? Of, Nee, ik denk dat... Ja, natuurlijk ook de wens is de vader van de gedachte. Ik denk dat het met een sisser af gaat lopen. Uiteindelijk nu wel vrij snel vrede komt in Oekraïne. En status quo in ieder geval. En want beide partijen zijn moe, denk ik. Ja, en Peter, wij hoeven niet te vrezen. Nee. Absoluut. En Peter Schat die zei altijd van omdat Amsterdam nooit gebombardeerd was, dat ze echt prachtige steden nooit bombarderen. Maar ja, dat is een troost beetje, dan. Ja, alleen is dat wel raar dan voor Rotterdam. Want in heel Duitsland. Ja. Ja, ja. Rotterdam was en Dresden was ook heel mooi. Ja, nee, dus het klopt wat niet. Wat ik aan foto's heb gezien van Rotterdam was dat het net zo mooi was als Amsterdam. Maar ik heb gewoon een muntje geworpen. En het valt niet meer te controleren, want Peter Schat leeft ook niet meer. Nee, ja. Dus en Nijmegen is ook een hele mooie binnenstad, die ook grotendeels in puin is gegooid. Tijdens die in een mooie stad leeft, een soort foto sturen naar de Russen van het is hier heel mooi, dus haal het niet in je hoofd, dit moet van je lijstje af. Nee, maar de Russen doen het dan juist natuurlijk. Dat hebben ze toen ook gedaan bij het theater, dat ze dachten van dat is een theater waar kinderen in zitten, dat gaan we juist bombarderen. Ze zoeken de grenzen op. En, ze overschrijden de grenzen natuurlijk. Ja, of ze dachten, kan ik ook wat erop zetten bij een theater kinderen. En dat geloven wij niet. Ja, dat kan ook. Dat kan ook gewoon averechts werken. Nee, het is gewoon zo ongelooflijk. Ik vind het ook echt ongelooflijk. En ook als je de propaganda ziet. En wat de Russen dan op het nieuws te zien krijgen. En dat die nog nooit een foto voorbij hebben zien komen van zo'n... gebouw dat is gebombardeerd. Of als ze hem zien dat het dan het verhaal is dat het allemaal de Oekraïners zijn of zo. Ja, maar de familie
de families die laten het wel zien aan elkaar ook. Hè? Ja, dat maar ja, is goed, waar. We wilden even het over iets anders hebben. Want wat is daar achter? Oh, dat is een boom. Hè? Dat leek ook net een schoorsteen. Ja, wat is het, denk ik? Ja, dat is van de septic tank. Die heb ik de vorige keer uitgelegd, toch? Ja. De afluchtingspijp. Het is een pijp. Oh, iets anders. Een asbestpijp tegen de boom aan ongeveer. Asbest? Nee. Kijk hoor, zo kunnen we hem goed zien. Ja, die moeten we nog. De wens is om hem. Dus hij komt hier uit de grond en dan gaat hij zo de spar in. Ja. En ieder vogeltje dat daarboven zit. En als wij dan de wc doortrekken, dan denk ik dat ze een andere tak opzoeken. Ja, van de huiden vallen. Om de dennige hun neus dicht houden dan. Ja. Knijper op een snavel. Nee, ik wilde net nog maar weer wat mooie bloemen laten zien. Ja, tegen de oorlog. Maar en voordat de vorst komt. Ja. Maar zo, dit hoort een nectarine. Oeh, hopelijk. Ja, mooi. Zie mooi, je? Hè? Ja. Kan je er geen zak omheen doen? Ja, dat willen we zeker doen, hoor. En dit is, maar ja, dit moet je heel veel persik. Zakken hebben. Moet je wel en een beetje bespuit, hè? Dat er een ijslaagje op komt. Dat beschermt juist de bloesem. Zo doen in de boomgaarden ook. Of fakkels 's nachts neerzetten ernaast. Ja. Fakkels, en dat doen de wijnboeren ook inderdaad. Ja. Maar ja, ik vraag het me af. We hebben zoveel bloesem nu. Ik dacht ook over kussenslopen overheen te gaan maken. Dit hoort hopelijk een peer. En blazen de hele nacht. Ja, de hele nacht. Je moet wel foto's maken van als je overal kussenslopen overheen gedaan hebt. Ja. Want dat kan ook weer een kunst worden eigenlijk. Ja, ik liep straks met Mac door het gehuchtje hier. En toen kwam ik andere buren tegen. En die hebben echt een prachtige tuin nu. Dus ik zei, wat is jullie tuin mooi? En toen zeiden ze, ja, we zijn over de foto's van het maken. En dan gaan we dat bij de struiken en bij de bosjes hangen. Want na de vorst kunnen we dan aan de foto's nog zien hoe het had moeten zijn. Ja, dat is een natuuroorlog ineens, -7. Dat is toch wel... Ja. En komt er ook sneeuw? Lachelijk. Even kijken, kan je dit goed zien? Ja, ik kan je wel zien. Wacht, anders dan trek ik dat. Mooi bloesem. Ja, maar ongelooflijk, het gaat ook eerst sneeuwen als het goed is vrijdag. Oh. Ik kan me gewoon helemaal niets meer voorstellen. Want we hebben zo'n geluk gehad de afgelopen maand met het weer. Het is zo warm geweest en heerlijk. En alles is helemaal in de lente geschoten natuurlijk. Dus wij ook. Dus om dan weer een stapje terug te gaan naar... voor de kachel zitten bikkelen en sneeuw en dan ook nog -7. Dat is echt heel even omschakelen. En hoe lang gaat dat duren? Hoeveel weken? Ja, maar één nacht. Oh, dus het is maar één nacht. Van vrijdag op zaterdag wordt het -3 en dan van zaterdag op zondag -7. En dan overdag geloof ik maar 1 graad of zo. En dan maandag klimt het weer op. Maar ja, je hebt natuurlijk maar één zo'n nacht nodig en alle bloesem die... gaat eraan. En heb je nog wel genoeg kussenslopen? Ja, ik denk niet genoeg voor al die bomen. Ik heb om over zo'n hele boom, appelboom. En de buurvrouw waar je nu weer contact mee hebt, kan je daar geen kussenslopen van lenen? Ja, dat zou ik ook. Ik zou kunnen vragen of ze wat jurken over heeft. Ik denk dat ze wel heel merkwaardig opkijkt als je vraagt, heb je wat jurken over? En dan vraagt zij, waarvoor? En dan zeg je, nou, om over de bloesem heen te gooien. Ik weet niet of ik contact... Ja, ik zeg gewoon voor mezelf. Dan zegt ze, geloof zelf in dat deksel, dat je ze zelf aan wilt trekken. Ja. Ja, nou ja, dat moet toch ook allemaal kunnen? Ja. Ik dat weet dat jij zelf geen ander verhaal. Ja. Ach, nou, bij... we moeten dan gaan afronden. Ja. Het is alweer over 6. Nou, we sluiten nog af met een paar filmpjes. Oh ja. En dan... Je hebt toch weer wat vrolijkheid gebracht in de uitzending. Ja, als mensen meer vrolijkheid willen. Want ik heb nog wel allemaal bloemenfoto's inderdaad op Instagram gezet. Dan moeten ze daar maar eventjes opzoeken. Dan, alle ellende nog iets moois wil zien. Gewoon Ivo van Woerden. IvoVanWoerden.com, hè. Ja, dat is mijn website. Ja. En Instagram is Ivo en dan _van_Woerden. Maar via mijn website kan je dat als het goed is ook vinden. Oh ja. Op mijn website. Nou ja, en zo niet is het ook goed. En alle artikelen kunnen ze ook dan op je website zien. Ja,
Ja, niet van alle artikelen word je even blij. Maar ik schrijf wel ieder weekend nu een blog. Naar aanleiding van of Boer zoekt vrouw of Heel Holland Bakt of Wie is de Mol of wie dan ook. Voor de Linda. En die zijn grappig bedoeld. Oh, wat leuk. Dus als mensen ze grappig vinden, moeten ze vooral ook even lezen. Ja, en Linda de Mol die heeft trouwens ook Oekraïners opgevangen in haar huis. Oh ja, is dat zo? Ja, een gezin ook. Oh, maar ja, jullie hebben ook wel ruimte. Hier in de regio schijnen ook Oekraïners opgevangen te worden. Ja. En werd er ook bij het stadhuis was er een bericht uitgegaan dat mensen geen huisraden meer voor de deur mochten zetten voor de Oekraïne. Omdat ze niet wisten hoe ze dat daar moesten krijgen. Nee, maar ook omdat ze ook wel rotzooi geven. Ja. Hè? Voor de Oekraïners. En gewoon hele kleren en zo, ja. Ja. Misschien zitten er nog een paar jurken tussen. Kan ik ze daar gaan zoeken? Yeah. Ja, nou, het is me wat, hè. Nou, en wat ga jij straks eten? Wij gaan zalm eten. Zalm met broccoli. Maar jij bent toch vegetariër? Liedjes, denk ik. Ja, maar ik eet wel vis hoor, af en toe. Oh, dat wel. Oh ja. Ik ben zo'n hypocriete vegetariër. Die moeten er ook zijn. Ja, natuurlijk, als je maar vrolijk wordt. En zalm met broccoli kan heel smakelijk zijn. Ja, heerlijk. Wat gaan jullie eten? Wat gaan wij eten, Dami? Ik heb een snelle maaltijd gekocht. Want vanavond is Bart's Boekenclub weer voor het eerst. Ja, Bart's Boekenclub. In Theater Perdu. En daar moet ik naartoe dadelijk. Dat begint om 8:30. In Theater Perdu. Met als gast onder andere, moet ik even kijken. Johan Goossens. Vanavond. Johan Goossens en ook nog Philippe Elan, die komt zingen. Ja, nog iemand, een historicus over Over de Amsterdam in het rampjaar. Nou. Van Capelle. Nou, het is me wat, hè. Nou, de groet aan Frank en tot de volgende keer dan. Tot de volgende keer. Fijne avond allemaal. Ja, jullie ook. Doei. Dag. Dag. Doei. Ik hang op, hoor. En dan nog een leuk filmpje. Ja, wat er voor mij nog twee filmpjes liggen. Eén van Boudewijn Reinga, dacht ik. Maar je had het toch al gezegd welke we mee gaan eindigen. We eindigen met het filmpje over... Dat is een mooi filmpje dat even opzoeken wat... Waar je ook troost uit kan putten. Dat was de opzet. Dat was van Corwin. Die heeft een paar weken geleden hebben een bladerdak laten zien. Hij noemt het slaapmutsjes. Ja, dan zag je een minuut lang een bladerdak ruisen. Dat is een heel mooi filmpje was het. Maar nu heeft hij een filmpje gemaakt. En het gaat over 35.000 witte vlaggetjes. Die bij het Java-eiland waren opgesteld. Ter nagedachtenis van alle COVID-19 slachtoffers. En, maar ik zou doen nog eerst Boudewijn Reinga filmpje. Ja, ik had het juist. En eindigen dan met het filmpje van Corwin over de COVID-19 slachtoffers. Ja, ik heb een fragment uit het van Boudewijn heb ik laten zien. Ja. Oh, ja. Ook een lentebeeld. Ja, kijk maar, want waar is Boudewijn? Een herkenbaar terrein voor ons. Oh, die is Betty Asser laten zien in de... Kijk, ze wordt toch veel gebouwd en de weg daarvoor trouwens ook. Maar ze zijn nog druk bezig en... Het gaat open in september. 1 september in ieder geval. Dan komen er weer voorstellingen. Vertraagd. En zij ziet er blij. Mark heeft zich vaak gefilmd. In het begin van de Troost TV uitzendingen. Het wegprofiel is al groter gemaakt. Dit is de Wijde Steeg. Ik ga daar naar de kapper weer. Zaterdag. Daar, hier links. Oh. Daar zo. Oh ja. Want ik moet weer nodig naar de kapper. Die hond was aan het plassen. Dit is topnotch. En dan kom je hier in de Spuistraat. Het lijkt op mijn fiets zit. Hij gaat zo snel. Hij vliegt. Dit is de Spuist. Maar ik heb wel eens mooiere filmpjes gezien, eerlijk gezegd. Ja. Nee, het lukt. En zoals Mark het doet, is toch mooier? Ja, dit is weer een ander filmpje. Ja, het is weer een ander filmpje. Nou, het was iets langer. Ik heb langs asfalt. Ja, maar valt hier weer een ander filmpje. En dan nog maar dus Corwin heeft een filmpje gemaakt. Het is een idee dat ook wel elders is toegepast, dacht ik. Het is ook in Amerika geloof ik. Ja, in Washington hadden ze dat bij die pinakel, of hoe heet dat ding? Dat die witte punt. Die zaal. Naald. Een gedenknaald. Washington naald. En er zijn 35.000 witte vlagjes op het Java-eiland ter nagedachtenis aan de COVID-19 slachtoffers. En het is... Je moet even, het is een mooi verstild beeld. Je moet er gewoon even
op je in laten werken. Ja. Het is vooral bedoeld om stil te staan bij de 35.000, ja, 25, weet je waar het getal vandaan komt. Misschien de 35.000 Nederlandse slachtoffers van COVID-19. Ja, wereldwijd ligt dat hoger. Maar het gaat eerder om het effect, inderdaad. 900 miljoen. Ja, precies. Nou. Heel mooi. Ja. En dat is op het Java-eiland. Ja, dat is mij eenmalig opgesteld, denk ik. Oh. Er zat een PSje, Mark. Er was wind in de microfoon. Ik heb namelijk nog geen sok erop. Ah, een babysokje, ja. Oh ja. Is er niet hier? Ja, dat is fijn. Ja, een babysokje. Ja, kijk, de laatste keer was ik ergens met mijn hand in mijn jaszak. Ik dacht, wat voel ik? Toen had ik weer het andere babysokje. Die had ik in mijn jaszak ooit gestopt. En ik denk, dat is ook raar. Maar die doe je gewoon over je telefoon heen? Ja, die deed, maar ik had hem afgeknipt. En dan vouw je die randjes dubbel. En dan deed ik hem over de telefoon. Alsof hij een heel klein mutsje had, de telefoon. Oh, wat slim. Ik dacht, eigenlijk is het ook... Je hoeft het niet met geluid te horen. Je kan het geluid gewoon wegdraaien. En dan zie je het gewoon beeld van al die vlaggetjes. Ja, ja, maar dat de wind is wel mooi als je dat erbij hoort. Ja, dan moet je een beetje... Maar dat, door het heen en weer gaan van die vlaggetjes... Dan heb je datzelfde effect. Dan denk je de wind erbij. Oh, ja. Ik kan ook een geluidsvlaag. Heb je hem heel vertoond? Sorry? Had je hem meer integraal vertoond, het filmpje? Ik heb hem zojuist afgespeeld. Ja, helemaal integraal, toch? Ja, er was zo'n 10 seconden over. Ja. Maar dan kon ik mooi uitveden, zodat wij langzamer in de vlaggetjes schenen. Mooi. Nou, dankjewel, Corbin. En we vinden straatpuntjes altijd mooi en mooi gefilmd. Dus we wachten graag weer een nieuwe af. En dat was het dan, denk ik, voor deze... uitzending. En de volgende uitzending is niet volgende week, maar over 2 weken. Ja. Waarschijnlijk. Over 2 weken. Maar als je lid wordt van YouTube, dan hoor je krijg je een belletje. Abonneren. Abonneren, ja. Ja, op YouTube. Je abonneren, ja. Waarschuwing, een belletje. En liken ook de video hieronder, de duim omhoog. Dat is ook goed. Ja, altijd goed. Ja hoor. En dan komen we de volgende keer weer terug. En misschien ook... En misschien zien we bij de streamvoorstelling... Een vrolijke streamvoorstelling, net wat we 14, nodig hebben. 14 april. April. Tot gauw en hou hem hoog ook en sluit je niet af voor de informatie. Maar soms, als je te veel wordt, mag dat wel. Hoef je ook niet naar de actualiteitenrubrieken te kijken. Nee, wel naar Lubach, moet je wel naar kijken, ja, daar word je wel vrolijk van. Absoluut. En die geeft ook informatie, maar ook humor. Tot de volgende keer dan. Veel sneeuwpret. Ja, sneeuwpret ook. Dag. Doei.